Oeh, dat buisje ziet eruit alsof hij klaar is om uit te knijpen. Wow, dat is veel pus. Maar het voelde ook lekker. Dit zou ik de hele dag kunnen doen. Het is vies, maar zo verslavend. Cheryl, rustig aan. Ah, stom spel. Je moet proberen te ontspannen. Probeer dit eens. Oeh, geef hier. Dit ziet er leuk uit. Dus ik knijp het gewoon uit, toch? Wauw, dat was een grote. Mijn spanning smelt gewoon weg. Ah, dat is beter. Bedankt, mam. Je hoeft mij niet te bedanken, maar de puisjes. Deze ziet er sappig uit. Deze is van mij. Ach, man, we zien er zo saai uit. Dit is dom. Wow, wacht eens even. Kijk wat er gebeurt. Zoveel kleur. Precies in mijn gezicht. Yee, het houdt niet op. Het is hier blauw. Wow, wat is dat? Dat was geweldig. We zijn helemaal bedekt met kleur. Ik hou van schilderen. Het is zo rustgevend en fijn. Nu gebruik ik deze lichtroze kleur. Hij is heel mooi. Oh, ik krijg een berichtje. Even kijken. Oh, een regenboogfeestje. Naar de stad. Wat leuk. Oké, nu nog iets leuks vinden om aan te doen. Oeps, verfkwast. Oké, kledingkast. Wat heb je voor me? Oh, dit is niet goed. Er is helemaal geen kleur. Wat moet ik nou in godsnaam doen? Ik moet regenboogachtig zijn. Oh, wacht, mijn verf. Dat is superkleurrijk. Ik kan er vast wel iets mee doen. Ik ben geniaal. Oké, tijd om mijn regenboog kleurig te maken. Ik heb wat verf nodig en wat penselen. Ik kan beide kleuren tegelijk doen. Nu nog de kleuren aan mijn ogen toevoegen. Tijd om de kleuren te wisselen en eronder te verven. Dit ziet er geweldig uit, maar het is een regenboogfeest. Ik heb meer kleur nodig. Ik heb een grotere kwast nodig voor dit onderdeel. Oké, deze kleuren zitten op de kwast die klaar is om te schilderen. Daar gaan we. Mop mijn lippen ermee. Oké, de volgende stap is deze groene mascara. Zo leuk! Ik moet er echt voor zorgen dat de kleur op mijn wimpers komt. Oh, ik weet het. Ik heb gekleurde wenkbrauwen nodig. Oranje. Ik borstel ze allebei in vorm. Het begint er echt goed uit te zien. Kijk eens. Nog een beetje. Klaar. En nu een klein beetje meer. Oh my god. Deze kleine blauwe sproeten zijn geweldig. Ik wou dat ik altijd blauwe sproeten had. Oké, ik ben eindelijk klaar met mijn regenboogmake-up. Huh? Wat is dat? Kijk al die lampen. Wow. Het is een regenboogfeest. En het is gaaf. Wauw, je make-up is geweldig. Heb je dat zelf gedaan? Het is zo leuk. Geweldige keuze voor een regenboogfeest. Mijn water is heet genoeg en nu kan ik mijn soep eten. Ik heb hier de hele dag naar uitgekeken. Dit is zo lekker. Laten we eens kijken wat er op tv is. Laat me iets anders proberen. Hallo allemaal, vandaag ga ik jullie mijn nieuwe huis laten zien. Kom met me mee. Dus dit is mijn feestkamer. Er is 24 uur per dag een DJ aanwezig. Oeh, een DJ. Dat klinkt erg leuk. Huh? Ugh, mijn tv doet weer eens vervelend. Kom op. En dit is mijn kantoorruimte met mijn nieuwe computer en gamingstuur. Yes, dat klopt. Ik ben de beste. Als ik wil relaxen na een drukke dag, neem ik een bad. Wauw. Oh, heet. En als ik klaar ben om naar bed te gaan, bedek ik mezelf met al mijn geld. Man, ik moet stoppen met hier naar kijken. Ik wou dat mijn leven zo decadent was. En nu moet ik me wassen omdat ik onder de soep zit. Ik wou dat ik leuke bruisballen had voor bubbels in bad. En nu moet ik mezelf maar schoonmaken met een ruwe spons. Oh nee, nu heb ik mijn zeepje ook nog laten vallen. Oké, waar is mijn zeepje? Daar is die. Kom terug. Ah, ik blijf maar denken aan die kleurrijke bruisballen. Wacht eens even. Ik geloof dat ik een idee heb. Oké, ik ga beginnen met een lege kom en dan wat zuiveringszout. Ik giet gewoon wat in de kom en dat zou genoeg moeten zijn. Nu ga ik nog wat citroenzuur eraan toevoegen. En dan wat kokosolie, die mag niet ontbreken. Nu tijd om alles te mixen met mijn vertrouwde garde. Al dit poeder brokkelt een beetje samen. Kijk eens aan, ik heb een grote kom en een heleboel kleine kommen. Ik heb ook wat kleur nodig, want ik wil dat ze mooi zijn. Oh, het is best wel lastig om te mixen. Ik moet blijven roeren. Tijd voor een siliconen bakje. Ik pak mijn grote kom, niet vergeten. Ik krijg zijn eigen vorm. Ik schep gewoon wat poeder erin met deze lepel. En nu wil ik ook nog een klein beetje kleur toevoegen. En dan bedek ik het met nog meer wit poeder. Goed zo. En dan nog even aankloppen. En ik spray de bovenkant met wat antiseptische spray, zodat het hard wordt. Kijk eens aan. Nu kan ik het uit de vorm nemen. Oké, ik ben klaar om mijn wolkbruisbal te gebruiken. En mijn bruisbal is nog beter omdat ik hem zelf heb gemaakt. Tijd om hem onder te dompelen. Oeh, hier komen alle bubbels en bellen. Oh kijk, de regenboogkleuren worden zichtbaar.
Al deze kleuren maken me zo blij. Ik ben zo blij dat ik mijn soep heb gemorst. Wat een geweldige dag. Dit ziet er best cool uit, nietwaar? Het is gewoon mijn nieuwe geweldige look. Of misschien is het gewoon wat slimme make-up. Kruip je al uit je huid? Of ligt het aan mij? Geen zorgen, het doet niet echt pijn. Maar het transformeert mijn gezicht. En ook al duurde het lang om aan te brengen, het eraf halen is nog veel leuker. Nou, we zijn ongeveer halverwege. Lippen en ogen komen eraf. Tada! Terug naar mij. Wow, dat is nog wel een wending. Hallo, oh, whatever. Hallo, kom binnen. Je doet een magische spreuken, toch? Nou? Nou wat? Kun je me helpen? Een feestje? Alleen voor eenhoorn staat er. Natuurlijk. Ooit werd je als mens geboren, maar nu ben je een wezen met een hoorn. Cool. Wacht, dit voelt niet echt aan. Oké, dan hocus pocus eenhoorn. Wacht, wat is er gebeurd met mijn hoofd? Dit is te veel. Zo kieskeurig. Hier, deze dan. Wat is hier zo speciaal aan? Kalm blijven. Misschien is make-up magie meer jouw stijl. Snap je wat ik bedoel? Lijkt er meer op. Als eerste moeten we een beetje met textuur spelen. Op het voorhoofd in ieder geval. Yes, we maken een hoorn, mensen. Hier komt de magie echt aan te pas. Het moet er perfect op blijven plakken. En nu is het tijd voor de rest van de look. Blauwe ogen zijn mooi. Voorzichtig. Perfect. En nu roze. Borstel het gewoon langs de onderkant van je wenkbrauw en vul dan de rest in. Ik moet ervoor zorgen dat de rest overeenkomt. Contouren met roze is fantastisch. Zorg ervoor dat je goed blendt. Zie je hoe het allemaal een geheel wordt? De lippen niet vergeten. Een vrolijke blauwe tint is perfect. Zie je? Sjoe! Wow! Nu ben ik een echte eenhoornprinses. Alle kleine details brengen het samen. Elk beetje sprankeling telt. Tijd om te gaan. Wauw, je make-up magie heeft echt gewerkt. Het is een echt talent. Veel plezier op je feestje. Doei. Doei, doei. Ah, eindelijk kan ik beginnen aan mijn nieuwe boek. En ik dan? Dit verhaal is triest. Ik kan me wat digitaal gezelschap gebruiken. Niemand is online. Ik voel me zo alleen. Wat moet ik nu doen? Oh, kijk deze meid. Hoe doet ze dat met haar haar? Ik wil er net zo uitzien als mijn pop. En het begint allemaal met mijn wenkbrauwen. Vergeet ze niet helemaal in te kleuren. Dan komt er een glinsterende schaduw. Helemaal tot het ooglid. Nu alles blenden en dan voeg je wat wit toe aan je waterlijn. Een beetje dikker dan dat. Kijk die prachtige gloed. Voeg vervolgens bruin toe om wat dimensie toe te voegen. Dan blenden natuurlijk. Zie je hoe mooi het bij elkaar past? Maar we zijn nog niet klaar. Maak een lijn met zwart oogpotlood. En voeg dan een beetje aan de onderkant toe. Dan nog een lijntje deze kant op. Zie je hoe ze eruit zien als wimpers? Tijd voor een ouderwetse contour. Haal nu de beauty blender tevoorschijn. Ga zo door. Voeg nu wat rouge toe aan je wangen. Tadaa! Omlijn nu de lippen, maar niet te hard. Blend vervolgens met een mooie roze kleur. Mwah! Kleur de hoeken op deze manier. En nu begin je eruit te zien als een pop. Oh, zo schattig. Helemaal klaar. Deze levende pop mag wat aandacht krijgen. Oh, hallo allemaal. Zullen we beginnen met streamen? Dit wordt vast leuk om naar te kijken. Meer koffie, lieverd. Carol, is ze in slaap gevallen? Misschien moet ze even opgedraaid worden. Wakker worden. Oh, dankjewel voor de hulp. Nu kan ik bewegen. Kijk eens hoeveel mensen er zijn. Dit is geweldig. Zwaai, hallo.
Ik probeer goed te richten. Het is niet mijn schuld dat ik te kort ben om deze som op te lossen. Ik heb mijn etui nodig. Man, ik haat het om zo kort te zijn. Ik kan nergens bij. Kunnen ze niet zien dat ik probeer te lezen? Oké, daar is ze. Hoi, Essie. Oh, hoi. Hoe gaat het met je? Oh, wauw. Je bent echt heel lang. Hallo daarboven. Nou, ik vind je gewoon zo leuk. Vind je het goed als ik je een kus geef? Hé, kun je opschieten? Ach. Kom op, ik ben hier beneden. Oké, ik heb deze megafoon nodig. Hé, je moet verder naar beneden leunen om me te kussen. Misschien moet ik een ukulele liedje laten horen. Niets werkt. Wacht even, er zijn kleurpotloden hier. Ik kan dit laten werken. Ik heb ook een slipper nodig. Ik zal de banden verwijderen. Ik moet wat hete lijm gebruiken, een heel klein beetje. Nu kan ik een potlood precies op het stukje lijm plakken en herhaal. Oké, ik heb de onderkant gevuld. Nu zal ik er een in het midden bovenop toevoegen. Ik kan het bandje gewoon draaien en eromheen lussen. Tada! Dit zijn pas een paar geweldige platformsandalen. Laten we deze aantrekken en kijken of ze werken. Ja, nu moet ik dichterbij komen voor mijn kus. Wacht. Ach, dat meen je niet. Zo lang duurde dat niet. Hé, word wakker. Het zal wel. Laten we het dan maar vergeten. Hé, wat? Ik ben wakker. Oh ja, mijn kus. Hier kom ik. Oké, ik denk dat ik je nog wel wil kussen. Kom op, we moeten onze namen noteren. Hé, wacht. Ik wil de mijne eerst opschrijven. Ga aan de kant. Nee, ik was hier eerst. Dit is mijn plek. Dit is mijn plek. Ga uit de weg. Och, het zal wel. Niemand gaat toch op je stemmen. Nou, nee. Oeh, nominaties voor koningin van het bal. Aha. Kom op, meld je aan met mij. Oké, prima, daar gaan we. Wat als een van ons koningin van het bal wordt gekroond? Mm-hmm. Oké, ik pak even mijn pen. Hier is hij dan. Ik ben klaar om te tekenen. Och, wat maakt het uit. Jammer, deze pen werkt niet. Wacht, ik heb een idee. Ik heb een banaan in mijn tas. Wacht, dat is niet wat ik wilde. Laat me het opnieuw proberen. Daar gaan we. Ik heb deze keer... Ja, wacht. Dit is absoluut niet wat ik zocht. Wauw, ik wil niet lullig zijn, maar dit duurt wel even. Nee, ik weet het. Ik heb die aflevering gisteravond ook helemaal gekeken. Wat was dat in vredesnaam? Oké, ik ben er klaar mee. Ik dump mijn hele tas op de grond. Wacht, is dat een pakje met sap? Hé, eigenlijk denk ik dat dit me op een geweldig idee heeft gebracht. Oké, ik ga dit lege pakje sap nemen en een klein stukje eraf knippen. Nu kan ik de bovenkant verwijderen en een schaar pakken, zodat ik langs de hoek kan knippen. Ik wil helemaal naar de andere kant van de doos gaan. Herhaal dan met de andere hoeken, zodat je het zo kan openen. Ik wil alleen niet dat het eruit ziet als een pakje sap, dus ik bedek het met dit roze papier. Tijd om het om te draaien en de lijmstift eruit te halen. Ik wil dit hele stuk met de lijm bekleden. Want ik wil er nu ook deze strook oranje papier aan toevoegen. Nu is het tijd voor de hete lijm. De lijmstift werkt niet goed genoeg. Ik ga er nog een aan toevoegen, maar zo gedraaid. Tijd om nog meer hete lijm toe te voegen, maar deze keer aan de uiteinden. Het hoeft niet veel te zijn, ik bevestig alleen het kleine stukje elastiek. En op deze plak ik wat magneetstrips. Tada! Ik heb een potlood en een benodigdhedenhouder gemaakt. Handig voor mijn pennen. En wat post-its kunnen hierop? De magneten kunnen zelfs paperclips vasthouden. Dan, als alles gevuld is, kan ik het gewoon weer opvouwen. De binnendoos moet eerst worden opgevouwen. En dan kun je de buitenkant doen. En nu kan ik het deksel er weer opdoen dat ik er eerder heb afgehaald. Hé, kijk wat ik voor je heb gemaakt. Wat is dit? Moet ik het openen? Oké. Wauw, vet. Zie je, nu kun je gemakkelijk iets vinden om mee te schrijven. En nu kan ik me aanmelden als koningin van het bal. Zo. Ah, kijk naar alle aandacht die ze krijgt. Vet, dit is de coolste houder voor schoolbenodigdheden die ik ooit heb gezien. Mijn eigen eenhoorn. Hij is zo schattig. Maar je hebt wat kleur nodig. Mijn pennen liggen hier ergens. Oeh, dat voelt niet goed. Er is overal inkt. Ik kan niet hiermee tekenen. Mam! Wat is er aan de hand, lieverd? Kijk naar mijn pennen. Oh, lieverd, het is oké. Mama weet wat ze moet doen. Eerst gaan we dit opruimen. We kunnen geen vieze handen hebben. Laten we je tas schoon proberen te maken. Het werkt niet. Wacht even, we halen een nieuwe tas. Ik heb alleen mijn telefoon nodig. Wauw, rugzakken zijn duur. Het komt wel goed. Mama moet even haar geld checken. Oh. Ik wist dat het te mooi was om waar te zijn. Ik haat het om een kleine meisje van streek te zien. Wacht even, ik denk dat ik weet hoe ik dit moet oplossen. Dit zou kunnen werken.
Om inktvlekken te verbergen heb je alleen wat gekleurd vilt nodig. Snijd het vilt in delen van de eenhoorn. Breng lijm aan op elk onderdeel en zorg ervoor dat je het vilt bedekt. Plak het stuk vervolgens op de rugzak. Doe dit met elk onderdeel zodat je een eenhoorn hebt. Uiteindelijk bedek je de inktvlek. We kunnen de ogen niet vergeten en elke eenhoorn heeft prachtige wimpers. Dat is nog magisch. Hoi lieverd, hoe gaat het? Ik heb in ieder geval mijn inkt van mijn handen. Nou, mama heeft dit gemaakt. Wauw, een eenhoorntas. Ik vind hem super. Dankjewel, mam. Geen probleem, schat. Hij is perfect. Deze ken ik. Ik snap het. Huh? Super, mijn potlood is kapot. Dat is precies wat ik nodig heb. Ik moet sneakum zijn. Wat doe je? Die is van mij. Jaloers? Oh ja, dat voelt goed. Oké, dit is raar. Ach ja. Waar heb ik mijn puntenslijper gelaten? Nee, ligt hier iets onder? Gewoon een hele hoop vieze kauwgom. Wat moet ik doen? Auw, er zit iets in mijn schoen. Wat is dat? Mijn puntenslijper. Ik wist dat ik hem ergens veilig had opgeborgen. Komt die geur uit mijn sneakers? Dat stinkt verschrikkelijk. Ik heb tenminste mijn puntenslijper. Wacht eens even, dit geeft me een idee. Ik heb alleen wat kauwgom nodig. Perfect, dit zou echt kunnen werken. Ik doe de kauwgom op mijn ring en plak dan de puntenslijper erop. Ik zou hem nooit meer verliezen. Nee. Wauw, zo trendy. Hij is zo handig. Nu kan ik mijn schoolwerk afmaken. Luna! Doe dat niet. Hi! Oké, kom hier. Ik moet wat huiswerk maken, oké? Oké. Ik ga tekenen. Dat is goed. Wauw, wat een mooie tekening. Het is een huis. Ik ben bijna klaar. Ik ook. Kijk, Luna. Wat ben je aan het doen? Oh. Ik was het niet. Het zit overal op mijn boeken. Sorry, het is wel mooi. Het is verpest. Kijk ernaar. Wat ga ik doen? Wacht, deze inkt kan nuttig zijn. Het lijkt erop dat het tijd is om wat creatieve kunstwerken te verdoezelen. Leg eerst het papier op het notitieboekje. Gebruik vervolgens pennen om patronen op het papier te maken. Gebruik verschillende kleuren voor een levendiger effect. Ziet er goed uit, maar we zijn nog niet klaar. Neem vervolgens een plastic zak en giet de inkt erin. Pas op dat je niet morst. Zodra dat gebeurd is, sluit je de zak en plaats je de zak op het notitieboekje. Verspreid vervolgens de inkt. Neem wat vilt en knip een rand uit voor het notitieboekje. Plak het op het notitieboekje en heb veel plezier. Het is een geweldige manier om tijd door te brengen als je je verveelt. Wat een goed idee! Ik doe niks, beloofd. Hé, het is oké. Kijk! Is het voor mij? Ja, natuurlijk. Oeh, dit is leuk. Wat een opluchting. Kijk eens, ik maak mooie vormen. Dankjewel, Luna. Ja, toch? Zie je dat ding daar staan? Wat doet dat nou hier? Denk je dat we het moeten openen? Oké, wiens spullen zijn dit? Super raar. Wauw, Leo! Was dat nou nodig? Als je zo wilt spelen. Ha! Wow! Wat de... Echt vies. Maar Liam? 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 Het is Eva. Kom op. Best wel gestoord, toch? Wat? Ja, laten we het doen. Onze eigen geheime kamer. Maar eerst... Wow, kijk nou. Oh nee, Liam. Wat? Ben ik een elf? Echt niet. Dit is logischer. Laten we opruimen.
Hoe lang bestaat deze plek al? Jeetje, deze dingen zijn overal. Wat zit hierin? Oh, nee. Wat heb je gevonden? Ik ben een schoonmaakdoos, zie je? Pas op, spinnenwebben. Daar komen we. Ja! Pak aan. Wow. Sorry, gaat het? Goed. Wacht eens even. Kijk deze blauwe muren. En ook nog eens mijn favoriete kleur. Denk je dat de hele kamer deze kleur heeft? Lelijk behang, weg ermee. Bah, Hennis. Niet te slecht. Oh. Laat me alsjeblieft de laatste doen. Als het zoveel voor je betekent. Ha! Helemaal klaar. Phew, dat kost een hele hoop energie. Er ligt hier een hele spoel garen. Natuurlijk. Ik denk dat ik hier wel iets mee kan maken. Stop deze hier. En dan nog een paar. Het lijkt nog niet veel, maar wacht maar tot het garen bij komt kijken. Als je het op de juiste manier omdraait, volg het patroon van de pinnen, kan je een heel bord spellen. Huh? Hoe heb je dat gedaan? Er staat eenhoorn! Wie wist dat dat kon? Wacht, hoe zit het met deze dingen? Oh ja! Mooi hoor! Deze waren echt makkelijk om op te hangen. Kijk, Eva! Wauw! Oh ja! Huh? Wat gebeurt er? Oh nee! Was dat een aardbeving? Wat zit er in deze magische doos? Ligt het aan mij of is deze hoed super modieus? Nu praten we ergens over. Ah, nee. Ha, dit is geweldig. Bravo. Bizar, hè? Ja? Maak je klaar om echte magie te zien. Doe het nou niet. Gedaan. Tada. Je hebt echt een gave. Bedankt. Is dit ding nep? Wacht even. Deze plaats had een ontspannende hangmat nodig. Perfect om gedachteloos in te scrollen. Kijk nou. Gezellig toch? Wauw, dat wil ik ook proberen. Echt niet? Dan haal ik je er zelf al vanaf, zie je? Hou op! Niemand kietelt mij. Klap! Wow! Wil je vechten? Kom op! Ik krijg je uiteindelijk wel te pakken. Nee, kom op, heb genade! Wat? Wacht eens even. Deze dingen zijn veelzijdiger dan ik dacht. Ja, dat zijn ze zeker. Gebruik een mes om halverwege door de noedel een sneetje te maken. Ga door tot het er de helft is. Snij het dan op deze manier. Blijf helemaal naar beneden gaan. Leg de stukjes allemaal op een rij en gebruik dan smeltlijm in klodders zoals dit. Blijf ze stapelen met dezelfde techniek voordat het opdroogt. En uiteindelijk heb je een hele mat. Zet het op een hard oppervlak en je hebt een comfortabele plek. Yep! Wauw! Vind je het erg als ik meega, alsjeblieft? Nee. Ik heb boeken die ik moet lezen. Nou, waar was ik gebleven? Wacht, kijk dit eens. Ik ben rijk, kijk. Wacht, zat dat daarin? Misschien is er meer. Blijf zoeken. Ugh, waar is de rest van het geld? Jammer. Tenzij... Wie het vindt, mag het houden. Deze is van mij. Het is geen muur, maar het is voldoende. Hé, jij! Huh? Oh, nee! Wow! Wat? Kom terug hier! Wat zit er in dit ding? We kunnen wel wat verf gebruiken. Maar waarvoor? Ik heb een idee.
Als je oude boeken hebt liggen, spuit ze helemaal in dezelfde kleur. Het kan even duren, maar het resultaat zal de moeite waard zijn. Zie je? Het is een coole sculptuur of zo. Nu is het te zien. Heel mooi! Wat is Liam aan het doen? Wat zijn al deze spullen? Een schoenendoos? Ding, ding, ding! Deze zien eruit alsof ze gloednieuw zijn. Passen ze? Het antwoord is ja! Waar is het vuilnis? Ik laat het wel gewoon hier. Hey, deze dingen zijn behoorlijk sterk. Wow, hier! Bah! Huh? Hoe kan dit nou gebeuren? Dit gaat de muur verpesten. Je kunt het gewoon weghalen. Kijk dit. Ik word hier creatief van. Wow, een handgemaakte doos. Maar het kan ook een zwevende plank zijn. Ben je onder de indruk? Dat is zo creatief. Mag ik? Oh, zo schattig. Maar het mist nog iets. Wat kan ik hiermee doen? Ugh, dat is dom. Oeps. Of misschien is dat geen slecht idee. Ik kan best goed richten. Natuurlijk. Laat me dit ding aanzetten. Oeh, mijn ogen. Lijkt daar iets op een lampenkap? Waar zit dit dan vast? Nee! Oh, ik zie sterretjes, mensen. Kijk naar dit alles. Ik ben in orde. Okay. Laat me je helpen. Dit is heel veel touw. Eigenlijk, het is precies wat ik zocht. Heb je touw rondslingeren? Doe wat lijm op een klein stukje, alleen op het eind. Verbind vervolgens de uiteinden zo. Als het droog is, voeg je wat meer lijm toe rond het geheel. Je kunt het dan op een opgeblazen ballon plakken. Maak je geen zorgen, het zal snel logisch zijn. Tadaa! Dit is de vorm die we willen. Hij past perfect over de lamp. Best netjes, toch? Het is gewoon zo mooi. Daar ben ik het mee eens. We hebben echt een gezellig plekje gemaakt, hè? Onze kleine geheime schuilplaats. En dan te bedenken dat niemand dit weet behalve wij. Het is gewoon een beetje out of the box denken. Oké, heel erg. Bekijk deze voor en na. Het is echt perfect. Liam, word wakker. Kom op. Waar is die kast? Waar heb je het over? Ik kan zweren dat hij hier stond. Het was zo leuk, zolang het duurde. Even kijken. Dat is het juiste perspectief, denk ik. Hey opa, wat vind je van mijn schilderij? Goed gedaan. Mooi kleurengebruik. Oh, kijk deze kleur eens. Ik ga ze nodig hebben. Heb je geen kwasten nodig? Wat doe je daar? En klaar met de verf. Wat vind je ervan? Het is wel oké, denk ik. Ik ben nog niet klaar. Ik pak dit plastic vel en sleep het naar beneden. Oeh, kijk het gaan. Bekijk het nu en vertel me wat je vindt. Oh mijn hemel, het is... Wauw, het is geweldig, opa. Ik vind hem super. Oké, ik heb mijn plakband klaar voor gebruik. Dit uiteinde gaat hier. Tijd om met tekening te beginnen. Oeh, het is moeilijker dan ik dacht. Ik heb nu deze kleur nodig, denk ik. Voorzichtig, verpest dit lijntje niet. Dit wordt echt verschrikkelijk. Hé, wacht eens even. Opa heeft plakband. Joink!
dit ga ik lenen, opa. Oké, ik heb mijn plakband en nu voeg ik mijn gekleurde markers toe. En ik vouw het plakband eromheen, zodat het op zijn plaats blijft. Ja, dit gaat helemaal werken en geweldig worden. Tijd om een betere regenboog te maken. Ja, het heeft gewerkt! Ik ben een genie! Wauw, goed gedaan! Wat als we het zouden kunnen doen met nog meer markers? Ha, zoveel! Wat voor soort regenboog zouden we kunnen maken? Weet je zeker dat dat veilig is? Je moet durven in kunst, ventje van me. Hier gaan we, laten we eens zien wat we hebben. Wie zegt dat regenbogen in een boog hoeven te zijn? Ik ga gewoon hier en veeg het dan hierheen. En nu ga ik naar deze kant van het papier. En dan breng ik het weer samen waar ik begon. Wauw! Klaar! Kijk eens naar het eindresultaat. Het lijkt op een vogel. Wauw! Kunst te koop! Koop wat nieuwe kunst! Alleen vandaag! Jakkes! Nee, bedankt. Nee, nog een afwijzing! Vreemdeling, help! Val aan! Doe rustig, wat is er? Niemand wil mijn kunst kopen. Opa, wat doe je überhaupt in de prullenbak? Wat ben je van plan met dat afval te doen? Vertrouw je me nog steeds niet? Nou oké, kijk dan maar. Ik ga deze deksel op het papier zetten en nu bedek ik het papier met spuitverf. Ik wil gewoon het hele ding bedekken. Wees maar niet bang om het deksel te bedekken. En nu voeg ik wat witte spuitverf toe hier in de hoek. Ik wil de hele ruimte vullen. En nu is het tijd voor plastic tassen. Ik dep het met deze tas en trek de verf een beetje omhoog. Kijk eens aan. En nu zal ik het bespikkelen met wat meer witte verf. Tijd om de deksel eraf te halen. Daar gaan we, het is klaar. Tada! Wauw, opa, het is echt prachtig. Ik kan niet geloven hoe makkelijk het was voor je om dat te maken. Alsjeblieft, je mag hem hebben. Ik wil dat schilderij, neem al mijn geld. Oké, ik denk dat deze af is. Ik wil niet op de zaken vooruit lopen, maar ik denk dat dit een meesterwerk kan zijn. Ik zet het wel even hier op de ezel. Wauw, ik vind het geweldig. Oeh, bubbels. Ik denk dat ik wel een beloning verdien. Ja, kijk eens hoeveel er zijn. Ik ben dol op bubbels. Hoi, ik ben terug. Oeps. Ik heb dat schilderij laten vallen. Oh, het was mijn meesterwerk. Het beste wat ik ooit gemaakt heb. Wacht eens even, bubbels. Dit geeft me een goed idee. Ik heb een plastic fles en ik snijd de bovenkant eraf. En nu span ik een klein net over de opening. Vervolgens giet ik zeep in deze glazen schaal. Dat zou voldoende moeten zijn. Dompel nu het uiteinde in de zeep. Nu blijft de zeep aan het net plakken. En nu wordt het tijd om wat verf toe te voegen. Ik zal wat blauw druppelen en ook een beetje rood. En dan geel natuurlijk. Primaire kleuren, check. En nu is het tijd om wat bellen te blazen. Ik zorg er gewoon voor dat ik dicht bij het canvas ben. En nu knal ik een paar van deze grote bellen uit elkaar. Kijk eens aan, mijn werk is gedaan. Hé, wat vind je van dit? Wauw! Hoe heb je dat gedaan? Ik was geïnspireerd door je bellenblaas. Ik heb het voor jou gemaakt. Dankjewel, opa. Ik vind hem geweldig. Bubbels zijn echt super. Tijd voor een ontspannende douche. Hier heb ik naar uitgekeken. Oh, het voelt zo goed. La 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 la, zingen in de douche. Ik zou een popster moeten worden. Die is van mij. Tijd om af te drogen. De look is geweldig. Het is net mijn eigen kleine regenboog. Bijna tijd om te gaan. Ik kan me maar beter klaarmaken. Hoe ziet mijn haar eruit? Misschien moet ik iets nieuws proberen. Wacht eens even. Ik weet nog wat er de vorige keer gebeurde. Auw, dat deed pijn. Waarom blijf ik dit doen? De kabel zit vast. Ah! Huh? Wat? Wat is er gebeurd? Nee, dat is niet goed. Ik gebruik dit nooit meer. Er moet een manier zijn om krullen te krijgen zonder blessures. Misschien kan ik deze knijpers gebruiken.
Het is proberen waard. Ik leg mijn haar over het droogrek. En dan draai ik het om de spijlen. En dan gebruik ik de knijpers om het vast te zetten. Zo, nu hopen dat het werkt. Ik zie er misschien belachelijk uit, maar het zal het waard zijn. Oké, laten we die prachtige krullen zien. Dit voelt grappig. Wow, mijn haar ziet er fantastisch uit. Tijd om te gaan. Wow! Waarom wil deze steltang me pijn doen? Kijk hier. Wauw, kijk die armband. Wat, dit oude ding? Hij is zo zwaar door alle diamanten. Mooi, ik moet even mijn haar naar achter doen. Vind je mijn oorbellen mooi? Wauw, ze zijn prachtig. Ik ben zo jaloers. Nou, kijk hier maar eens naar. Indrukwekkend, nietwaar? Dat is alles? Nou, ik heb een glimlach van $1 miljoen. Niet te geloven! Oh, ik weet het al. Hier, dit zal ze van onder de indruk zijn. Juwelen in mijn haar. Wat vind je hiervan, Luna? Oh, alsjeblieft zeg. Huh? Dat hoort niet te gebeuren. Oh nee, hij is eruit gevallen. Dit is zo gênant. Kijk hier. Wow, wat is dat? Je bevestigt gewoon juwelen in je haar. Het is heel simpel. Er zijn verschillende kleuren. Wauw, dat is geweldig. Ja, hè? Ik hou van deze stijl. Maar, mijn haar is zo saai. Wauw, het is zo fel hier. Ik kan niks zien. Mijn ogen. Dat is beter. Oh, wauw. Kijk die kapsels. Zo mooi. Ik kan wel een nieuwe look gebruiken. Maar wat? Laten we eens wat proberen. Ik heb deze schaar nodig. Daar ga ik. Dapper zijn. Het is slechts haar. Nee, dat zou ik niet doen als ik jou was. Geloof me, bij mij is het ook misgegaan. Geef de schaar maar hier. Dat ging maar net goed. Zo krijg ik nooit een nieuw kapsel. Of toch wel? Ik heb een idee. Ik gebruik dit elastiekje om mijn haren vast te maken. En dan trek ik hem naar voren. Nu vlecht ik de rest van mijn haar. Dit gaat er zo goed uitzien. Bijna klaar. Die achterkant is bijna klaar. Nu moet ik het haar van de bovenkant scheiden. En dan stop ik de vlecht erin. Ik trek hem er helemaal doorheen. En nu de pony. Ik gebruik mijn steltang om de pony netjes te maken. Een beetje warmte is alles wat we nodig hebben. En dan verspreid ik hem. Zo, het ziet er goed uit. Ik zou in het tijdschrift moeten staan. Wat heb je met je haar gedaan? Ik begrijp het niet. Ik heb de schaar nog. Ik ben gewoon een goede stylist. Hey, wat in hemelsnaam? Waar ben je? Sorry, ik kom eraan. Oh nee, kijk al die kleuren. Ik ben helemaal in het wit. Ze gaan me zo nooit naar binnen laten. Oh nee, oeps, dit is heel slecht. Wacht, ben jij daar? Hey, kun je me zien? Ik moet iets doen, en snel. Ik kan me ergens verstoppen. De vuilnisbak. Dit is zo erg. Ik heb een enige optie. Oké, daar ga ik. In de vuilnisbak. Huh. Je hebt mij vergist. Phew, dat was op het nippertje. Ze hebben bijna gezien. Het is hier zo vies. Auw, wat is dit? Huh. Mijn leven als kunstenaar is officieel voorbij. Huh? Wat zit hierin? Oh, echt glitter. Oké, ik heb een bord en nu moet ik wat glitter erop doen. Deze kleur is zo mooi. Ik moet er een lijn van maken. En dan gouden glitter. Ik strooi het er allemaal uit. Oeh, en als derde kleur is groen fantastisch. En dan de rest ook. Dan druk ik met mijn hand alle glitter aan. Oh, kijk nou. Zo sprankelend, zo glanzend. Oké, laten we uit de vuilnisbak komen. Juk. En nu mijn handen. Yeah, een toffe bril maakt deze look helemaal af. Tijd om naar dit feestje te gaan. En ik ben al laat. Schat, het spijt me dat het zo lang duurde. Je hebt me zo lang laten wachten. Ja, maar kijk mijn shirt. Ik heb dit zelf gemaakt. Wacht, heb jij dat gemaakt? Wauw, dit is zo indrukwekkend. Hé, we zijn klaar om naar het feestje te gaan.
Laat me jullie eens zien. Oké, jullie mogen naar binnen. Nou, ik ben heel benieuwd om te zien wat onze deelnemers hebben gemaakt. Oh, daar is onze eerste deelnemer met haar gerecht. Oké, nou, laat maar eens zien wat je hebt gekookt. Ja, oké. Dit is mijn favoriete dessert. Bananenfruitpalooza. Wat moet dat voorstellen? Zoals jullie kunnen zien, ligt mijn focus voornamelijk op de aankleding. Ik wilde dat de kleur paste bij de vorm van het voedsel. Het is gewoon fruit en snoep. Hier zijn je scores. Wat? Hou je me voor de gek met die scores? Oké, tijd voor de volgende deelnemer. Hallo, hier ben ik met mijn gerecht. Leuk jullie te ontmoeten. Nou, het is allemaal begonnen in mijn jeugd met het koken. Oh ja, mijn gerecht, natuurlijk. Hier is het. Ik heb een marshmallow munt met karamelsaus. Wat? Ik kan het nauwelijks zien vanaf hier. Het is zo klein. Ugh, hij praat er nog steeds over. Zo vermoeiend. Wat? Hoe kunnen dat mijn scores zijn? Oh, deze wedstrijd is een grote teleurstelling. Geen zorg allemaal. Het gaat oké met me, maar misschien begrepen jullie gewoon mijn gerecht niet helemaal. Ahem. Hoi, ik ben hier voor de wedstrijd. Een kind? Echt waar? We moeten het opnemen tegen een kind. Oké, nou, hier is mijn gerecht. Wauw, wat een mooie regenboogtaart. Hij is prachtig. Regenboogglazuur is heel gemakkelijk om te maken. Je hebt alleen je glazuurkleuren nodig en die leg je op plasticfolie. Zoveel kleuren als je wil natuurlijk. Kijk eens aan. En de laatste, deze mooie paarse kleur. Nu rol ik het in de plasticfolie en het moet goed strak zijn, maar niet zo strak dat de kleuren mengen. Als dat klaar is, knip ik met een schaar het puntje eraf. En dan stoppen we het in de spuitzak. Oké, we zijn klaar voor de decoratiefase. Hier komt het regenboogglazuur. Yes, het werkt! En de randjes zien er zo mooi uit. Nog een klein beetje meer en de rand is klaar. Nu nog wat in het midden. Het is immers een wedstrijd, dus ik moet ervoor zorgen dat alles netjes en mooi versierd is. Tada, hier is mijn zelfgemaakte cake. Vind je dit wat? Hoe is het mogelijk dat dit heeft gemaakt? Het is absurd. En hier is je score. Yay! Wat? Meen je dat nou? Hoe is dat mogelijk? Ik ben zo blij dat we eindelijk onze eigen plek hebben. Bah! Weten we zeker dat we op de goede plek zijn? Het is hier een beetje vies. 8-benige huisgenoten? Echt niet. Dames, laten we dit ons eigen plekje maken. Eeuw, dit moet weg. Bah! Nee, zeker niet te redden. Ugh, aan de kant. Het is verbazingwekkend wat een beetje moeite kan doen. Helemaal klaar. Waar is Cheryl? Hey. Zoek je mij? Waar is dat allemaal voor? Oh, natuurlijk. Elk appartement heeft één ding nodig. Nou ja, afgezien van de badkamer natuurlijk. Ja, je raadt het al. We hebben ons eigen bed gebouwd. Correctie, een driedubbel stapelbed. Wist jij dat planten de lucht zuiveren? En ze zien er nog geweldig uit ook. Pardon? Oeps, sorry. Hey, wil je een handige truc zien? Gebruik zo'n ring en knoop je favoriete gekleurde tulle eromheen. Zo, nu voel ik me een prinses. Jongens, kijk! Oh, ik wou dat ik zoiets had. Ik weet het. Perfect! Blijf eens even daar staan, oké? En ik kan dit door de gaten werven. Zorg er alleen voor dat het niet te strak zit. Weet jij wat het is? Gewoon een beetje warm licht, zie je? Cheese! De koningin is ingetrokken. Huh? Ik wil ook zo'n coole achtergrond. Helemaal mijn stijl, toch? Zelfs Sophia heeft iets. Ik voel me buitengesloten. Wacht, hoe leuk is dit hoofdbord? Laten we het nog een keer proberen, zullen we? Geschikt voor een koningin, zou ik zeggen. Oh ja. Sophia, Essie is officieel gek geworden. Zo grappig.
Hey, iedereen zijn eigen ding, toch? Is er een beter geluid in de wereld? Precies waar ik zin in had. Man, ik zou hier wel een miljoen van kunnen eten. Huh? Ja? Wil je delen? Nee. Oh. Hey, die kun je niet helemaal opeten. Oh, jawel hoor. Hey! Het is groen versus roze, schat. Hey! Niet zo hard slaan! Ik ben er klaar mee! Ha! Hey, dat was een goed schot. Vind ik ook. Hey! Mijn kussen is helemaal kapot. Ik was niet eens betrokken bij het gevecht. Maar een paar vlekken betekent niet dat het naar de prullenbak moet. Leg het gewoon op de stof en gebruik een stempelbus. Uiteindelijk zal het er net zo cools uitzien als dit. Af! Is het niet mooi? Huh? Waar heb je dat vandaan? Ik gebruik alleen mooie kussens, zie je? We hebben nogal een puinhoop gemaakt, hè? Ugh! Dan is het maar tijd om een nieuwe te maken. Leg de deken neer en plak schildertape erop. En nu is het tijd voor verf. Ik kies natuurlijk voor groen. En ik doe de ene streep eerst. En vervolgens een kleurverloopontwerp. Wit komt als laatste. En nu het meest bevredigende deel. Dat is pas een nette lijn. Check mijn nieuwe kussensloop. Ik weet dat ik het beter kan. Laten we eerst de vorm veranderen. Deze lijken erg veel op ogen. En wangen. Hoe schattig is deze? Wapenstilstand klinkt goed. Oh, wie wil er nu vechten? Is er iets lekkerder dan aardappelchips? Achoo! Wat? Dat ging allemaal zo snel. Wat is dit? Wat doet Cheryl daar? Huh? Oké, wat zit er eigenlijk in dit ding? Hangers? Oeh, wat is dit? Misschien kunnen we hier iets van maken. Ik wil dat ding. Sophia? Hoe kom je zo ver? Hebbes! Phew, dit is alles wat ik nodig heb. Ik ben hier blij mee. Maar eerst moet ik er een coole vorm van maken. Een beetje groen maakt het interessanter. Het is tenslotte mijn favoriete kleur. Je moet voorzichtig zijn rond die randen. Draai het nu om en druk erop. Dat zou goed moeten zijn. Til het nu heel voorzichtig op. Tadaa! Is het niet spectaculair? Zo! Ik wil ook zoiets cools. Ik moet het gewoon zelf maken. En wat is een betere tint dan goud? Als het droog is, doe je hete lijm langs de uiteinden. Stop halverwege en zet er nog een hanger op. Als het droog is, leg je het tegen de zijkant van een houten dienblad. Ik heb een tafeltje gemaakt. Nu kan ik mijn computer in bed gebruiken. Dit is toch geniaal, of niet? Ik weet het. Ik ben dol op vlinders. Dus waarom zou ik niet mijn pot gebruiken? Zodra de lijm is aangebracht, plaats je deze onder de pot. Voeg elke gewenste vorm toe. En nu een beetje kleur. En verrassing, verrassing, ik gebruik roze. Ga door totdat je de pot vult. Bijna klaar. Zo. Zet nu wat twinkelende lichtjes erin. Dat is toch magisch? Dit dient als een geweldig nachtlampje. Wow, dit verhaal wordt te gek. Sophia? Ik houd gewoon vast.
Van knutselen word je zeker moe. Oh, dit kan niet goed aflopen. Goed, ze slapen. Niet wakker worden, niet wakker worden. Oh, dat voelde niet goed. Mijn voet. Ik kan er niet meer tegen. Huh? Wat? Overal stom speelgoed. Hoe dan? Het is het midden van de nacht. Wat is er met jou aan de hand? Ik heb dit voor je meegebracht. Cool. Het zijn net kleine planken. Perfect voor het bovenste bed. En ze zijn roze. Dat hoef je niet meer vast te houden, Essie. Bewaar je telefoon hier. Oh, lijkt erop dat ik wat moet repareren. Ik denk dat ik weet wat ik moet doen. Leg het frame op zijn kant en voeg er nog twee toe. Gebruik smeltlijm op alle randen. Bevestig vervolgens een lange houten staaf. Als het eenmaal droog is, heb je planken. Maar laten we het een beetje mooier maken. En Essie houdt van haar gouden tinten. Ziet er al zoveel beter uit. Vind je niet? Helemaal klaar. Goh, dit is geweldig, Cheryl. Phew. Oh. Ik vraag me af wat ik met dit ding kan maken. Laten we het eerst een andere kleur schilderen. Wit is een prima basis. Ga door tot je het hele bord hebt bedekt. Herinner je deze nog? Dat is beter. Zet nu elke helft hier en voeg nog wat meer toe. Tadaa! Nu komen deze dingen van pas. En ze liggen niet verspreid op de vloer. Geweldig! Bedankt voor het vasthouden van mijn spullen, jongens. Perfect, dankjewel. Bedankt! Dit is geweldig! Yep! Over schadebeperking gesproken. Is dit een indrukwekkende voor en na of niet? Het is geweldig! Wacht, wie is dat? Hé jongens, op zoek naar een huisgenoot? Ik wel namelijk. Ik denk dat we wel wat ruimte kunnen maken. Ah, kunst. Spectaculair, vind je niet? Laten we het eens van dichtbij bekijken. Wauw, kijk al deze kunst. Ik had niet verwacht dat dit er zou zijn. Laten we doorgaan. Wat hebben we hier? Een kleine buste. Weet je wat? Dit inspireert mij. Tijd om aan het werk te gaan. Mijn bakvorm is klaar. Giet het er maar in. Oh my god, het is zo nat. Ik kan maar beter mijn ogen dicht houden. Wacht. Pauzeer deze video. Ik heb wat snacks nodig voordat ik verder ga. Deze chips zijn prima. Ja, oeja. Ik ga dit niveau sowieso winnen. Is er plek voor mij hier? Oh, er is een stoel vrij. Ik prop me hier gewoon tussen. Wat een opluchting. Eindelijk. Het duurde een eeuwigheid om hier te komen. Maar nu is alles klaar, dus tijd om te beginnen. Ik kan maar beter ervoor zorgen dat ik uitgerekt en klaar ben om te gaan. Beter! Woede! Ik ga deze keer het record verslaan. Wat? Denk je dat die NPC's naar mij kan gooien? Ik dacht van niet. Ga dood! Oh, wat maakt het uit? Wat gebeurt er? Oh man, ik heb het record niet gebroken. Wat? Mijn toetsenbord, wat is ermee gebeurd? Mijn toetsen liggen overal. Ik heb het helemaal verpest. Oef, kijk naar deze letter W. Nou, dat is het. Weg ermee. Ik moet iets anders doen om dit probleem op te lossen. En nu is het tijd voor wat epoxy. Ik wil het niet te vol maken. Dat gaat alleen maar problemen opleveren. Daar, ik heb ze allemaal gevuld en nu zitten ze vast. Nu kan ik ze eruit halen. Oeh, kijk hoe schattig dit is. Nu kan ik ze op mijn toetsenbord plaatsen en mijn ontbrekende toetsen vervangen. Oké, ik ben fan van mijn nieuwe schattige toetsenbord. Tijd om terug te keren naar mijn spel. Eerst even strekken. Woede! Kom op, je kunt het! Nog harder, sneller! Wacht. Wow, ik heb het gehaald! Ik heb een nieuw record vastgelegd. Mijn gelukstoetsenbord was de sleutel. Nee, oké, goed gedaan. Hier is je applaus. Oké, tijd om ervoor te zorgen dat ik beschermd ben met deze zonnebrandcreme. Dat zijn genoeg bubbels. Tijd om met mijn watermeloen te spelen. Oeh, hij is zo kneedbaar. Geweldig. Hé, wacht eens even. Daar staat een lege pot. Laat me eens mijn kleine watermeloen in de grond planten. Daar gaan we. Nu moet ik wachten tot hij groeit. Ja, het kost helemaal geen tijd. Oké, dit idee is geniaal. Ik doe het. Oké, watermeloen. Tijd om een watermeloenboom te groeien. Kom op, je kunt het. Wat doet Sunny daar in godsnaam? Ach ja.
watermeloen, waarom groei je niet? Huh? Oh nee, ze ziet er verdrietig uit. Ik moet iets doen om haar op te vrolijken. Ik zal beginnen met het in lagen aanbrengen van deze polymeerklei. En dan heb ik ook nog deze rode bal van klei. Nu hoef ik het alleen nog maar op te rollen. Vervolgens heb ik deze tool nodig omdat ik de klei ga snijden. Ik moet heel voorzichtig zijn, ik wil het niet kapot maken. Oké, ik heb nu 2 stukjes. Ik heb alleen een kleine plakje in het midden nodig. Tijd om mijn kleitool weer eens te pakken, omdat ik een cirkel in 2 moet snijden. Mooi zo, ik schep dit kleine stukje op. En nu is het tijd om nog een plak te maken, als een taart. Dat ziet er echt goed uit. Dit is genoeg. Nu moet ik dit stukje klei een beschermlaag geven. Dat is goed, maar deze watermeloen mist zijn zaden. Ik voeg wat kleine zwarte kralen toe. Ze zullen er mooi uitzien. Maar ik wil niet alleen zaden, ik wil een vrolijke watermeloen. Zo, nu heeft hij een blij gezichtje. Zo schattig. Sunny, ik heb iets voor je gemaakt. Wauw, een kleine watermeloenketting. En bijpassende oorbellen. Ze zijn zo schattig. Ik vind ze geweldig, dank je. Heel graag gedaan. Ik wil je gewoon niet zo verdrietig zien. Hé, ik zal deze in plaats daarvan planten. Oh, wat? Sunny, wat? Dit slaat nergens op. Stop, stop, stop. Stop met weglopen. Ik heb je. Dat is genoeg weglopen. Tijd voor je bad en je gaat erin. Phew, wat een opluchting. Oké, laten we gaan scrubben. Wat? Ze is weg. Hoe is ze nou weer weggelopen? Ah, ze is losgeslagen. Ja, ik hou van monsters. Ze zijn de beste. Ahem, wat denk je dat je aan het doen bent? Kom op nou. Gelukkig. Nee, ik wil niet in bad. Ik haat baden. Je bent de grootste gemeenerik ooit. Prima, dan ben ik een gemeenerik. Maar je wordt gescrubt. Nee, je krijgt me niet te pakken. Niet scrubben. Oh my god, je maakt me gek. Hoera, Ducky kan goed zwemmen. Hij is de beste. Ze houdt van haar bad-eendjes. Oké, ik denk dat ik dit in mijn voordeel kan laten werken. Ik heb een groot glas nodig. En dan zal ik het vullen met heldere epoxy. Kijk naar al die bellen die in de oppervlakte stijgen. Nog een klein beetje. Oké, dat zou genoeg moeten zijn. Nu ga ik wat kleur toevoegen aan de epoxy. Een paar druppels zou genoeg moeten zijn. En nu ga ik het door elkaar mengen. Ik moet echt veel roeren omdat de epoxy zo dik is. Oké, dat is genoeg mixen. Nu breng ik het rubberen eendje aan. Oké, eendje, tijd voor een epoxy-douche. Ik wil het over de hele eend gieten om er zeker van te zijn dat het bedekt is. Het is zo dik. Als het allemaal gegoten is, moet ik even wachten. Ja, het is klaar. Tadaa. Wat vind je ervan, schat? Wauw. Oh my god, ze is helemaal afgeleid. Dit is mijn kans om te scrubben. Ik kan niet geloven hoe goed dit werkt. Bijna klaar. Hey, pas als het klaar is, oké? Niet bewegen. Je ogen zijn niet symmetrisch. Nee, zeker niet. Klaar, dat ben jij, vriend. Dat lijkt helemaal niet op mij. Wat een belediging. Geef hier. Oké dan. Wat ga je doen? Tijd om een koekje van je eigen deeg te geven. Zet je maar schrap. Een groot hoofd. Uitpuilende ogen. Scheve tanden. Oh ja. Tada. Is dit een grap? Zo lelijk ben ik helemaal niet. Laat los. Ha. Oh. Zou ik gaar voor? Stiften? Wow. Maak open, maak open. Wow, dit is het echte werk. Nee, ik heb een veel beter idee. Hey, kijk, wie heeft dit konijn binnengelaten? Oh, hoe doe je dat? Kijk uit voor de wolf, kleintje. En nu de hoofdvoorstelling. Dit is geweldig. Je hebt echt talent. Joehoe! Hey, wacht. Ik praat alleen met mijn handen. Maar wacht, ik heb een nog beter idee. Nu mijn ogen zich weer hebben aangepast, kan ik mijn schaduwpop op papier zetten.
Ik hoef alleen maar de lijntjes in te vullen. Kun je al raden wat het is? Het is de beste vriend van de mens natuurlijk. Het enige dat ontbreekt is een beetje kleur. Oh, dit is het beste kunstwerk tot nu toe. Je houdt maar niet op, hè? Huh, is de batterij leeg? Kijk, geïnspireerd door de vingerpop. Geniaal, waarom heb ik dat niet bedacht? Deze ga je ook superleuk vinden. Schattig, hè? Het is het konijn. Oké. Het was ook de inspiratie voor deze. Slechts een paar extra vingers. Hier, deze mag jij hebben. Dank je. Niet alweer. Ik heb in ieder geval snacks. Leuk. En jouw beurt. Ha! Ik doe aan kunst, niet aan wiskunde. Weet je wat hier staat? Wiskunde! Ja, duh. Maak die van jou open. Wat? Ik heb hetzelfde. Luister, we moeten deze formule oplossen. Laat mij maar. Ben jij dat? Speel gewoon mee. Ik luister. Staat dit ding aan? Jeetje, moet dat zo hard? Oké, stop. Snap je het? Ik kom er zelf al uit. Met een beetje creatieve magie. De 1 wordt een giraf. Zo schattig. En de 2 een zwaan natuurlijk. Maar nummer 3 wordt een prachtige vlinder. En 4 een visje. Best creatief, nietwaar? Dit is het soort wiskunde waar ik van hou. Je bent heel creatief, Kevin. Je hebt mij niet meer langer nodig. Wil je die van mij ook oplossen? Het werk van een kunstenaar is nooit klaar. Kijk en leer. Hey, een zeepaardje. Wil je vriendjes worden met een baby eekhoorn? Jullie zijn nu buren. En met de 7 gaan we terug naar de zee. En als laatste een lieve teddybeer. Helemaal klaar. Ik ben echt goed. Vind je ook niet dat iemand was moe? Wakker worden. Huh? Klaar? Jazeker. Goed gedaan. Je bent een creatieve kampioen. Een moderne Picasso. Lachen. Oh ja. Hoe dan ook. Tada. Deze zijn nogal verschillend. Waarom heb ik de bleekselderij? Zo mooi. Oh ja? Ik weet het. Hier blijven. Ik moet mijn sjaal beschermen. Laten we beginnen. Huh? Wacht eens even. Alsjeblieft, ik had alleen dit deel nodig. Doe wat verf op het bordje. Pak dan je schilderdoek erbij. Dip de kern van de bleekselderij en druk het dan op je papier, net als een stempel. Het lijken net bloemen. Prachtig! Ik heb een heel boeket gecreëerd. Het is zo mooi, ik kan wel huilen. Wow, alles oké? Ik ben creatief geweest, zie je? Ik heb nog steeds honger. Wil je dit? Stop! Er gaat niks boven nieuw verfmateriaal. Ik kan mijn geluk niet op. Ik voel de inspiratie al. Zie jij wat ik zie? Nee? Kijk dan goed. Ik begin met wit op wit.
Je ziet nog niks, hè? Ik snap het echt niet. Misschien helpt deze wel. Wow, het krijtje is enorm. Maar ik zie nog steeds helemaal niks. En voor mij? Ugh. Maar wacht, ik heb deze niet nodig. Doei! Tijd voor wat kleur. Eens kijken wat er gaat verschijnen. Bijna klaar. Aha! Hallo? Huh? Onder de indruk, ik noem het kleuren. Interessant. Echt waar. Wil je de mijne zien? Nu is het wel zichtbaar. Dat is zo slim. Hoe heb je dat gedaan? Het is gemakkelijker dan je denkt. Maak eerst de tekening met wit krijt op je papier. Kies je eerste kleur en breng het aan op de spons. Volgende kleur alsjeblieft. Zodra het er zo uitziet, veeg je het over de hele pagina. Zie je hoe het geblokkeerd wordt door het krijt? En je bent klaar! Zo simpel, maar zo briljant. Hey, ben je klaar? Het is tijd om te gaan. Alles goed? Hallo? Wat is er aan de hand? Is het zo erg? Geen zorgen, ik kan er wat aan doen. We hebben gewoon wat reinigingsmiddel en wat waddenschijfjes nodig. Nu is het tijd om je make-up te doen. Als eerste tekenen we een lijn met wat lichte foundation. En dan verdelen we het gezicht in kleine vakjes. Op deze manier. Dan gebruiken we de donkere foundation om de vakjes in te vullen. Sla telkens een vakje over. Gebruik dan een lichte foundation voor de rest van de vakjes. Iemand zin in een potje schaken? Gebruik een make-up spons om de foundation te blenden. Dit zorgt voor een egale tint. We zijn bijna klaar! Kijk maar eens! Wauw, dit is zoveel beter dan mijn eigen poging. Dit is super, laten we gaan feesten! Deze wedstrijd ga ik winnen. Mijn haar ziet er fantastisch uit. Als jij het zegt, pardon? Deze jurk zal me prachtig staan. Wauw, is ze blind of zo? Hoe jammer zou het zijn als er geen make-up kwasten meer zijn? Ach ja, dan moet ze maar voor een natuurlijke look gaan. Mooie jurk. Dank je voor het compliment. Waar zijn de make-up kwasten? Ik weet zeker dat ze hier nog lagen. Oh nee, wat moet ik nou gebruiken? Een tandenborstel? Dit zou wel eens kunnen werken. Begin met een kleurenpalet en een glas water. Pak een schone tandenborstel en maak het borsteltje nat. Dan gaat hij in de make-up. Buig de borstelhaartjes zodat de make-up op je gezicht spat. Geloof ons maar, we weten wat we doen. Gebruik verschillende kleuren voor een mooier effect. Veeg de overtollige make-up weg en je hebt prachtige oogschaduw. Hallo, knapperd. Mesdames, messieurs, welkom. De show kan beginnen. Ik weet het niet zeker. Hi. Ik ben sprakeloos, zij is het. Ze ziet er prachtig uit, hoe dan? Jullie zijn te aardig. En klaar. Dat ziet er goed uit. Deze kamer is een troep. Afschuwelijk. Doe ook eens wat en raap deze kleren op. Misschien later. Doei doei. Wat? Nee, kom terug. Het enige waar ik goed voor ben is opruimen. Kom op nou. Prima, ik ruim het wel op. Hoeveel make-up gebruikt ze wel niet? Er komt geen einde aan. Ik wou dat ik hiervoor betaald kreeg. Wauw, ik ben onder de indruk hoeveel sponsjes ze gebruikt. Serieus? Hieronder ook nog? Volgens mij heb ik ze nu allemaal. Oh, mijn rug. Ik ben hier te oud voor. Ik raap ook maar meteen de kleren op. Serieus? Ik moet echt nodig met haar praten. In de bak ermee. Alsof ik niks beters te doen heb met mijn tijd. Oh! Gelukkig hebben we een wasmachine. Ik
weet hoe ik de sponsjes snel kan wassen. Doe alle sponsjes in een bak of emmer. Doe er een flinke scheut vlekkenverwijderaar bij. En voeg er dan wat water aan toe. Kijk al die bubbels, het werkt echt. Als je ze hebt laten weken, giet je het water af. Spoel af met schoon water om achtergebleven wasmiddel te verwijderen. Knijp erin en kijk hoe schoon ze allemaal zijn. Ah, dat werkte goed en heeft een hoop tijd bespaard. Oh, bijna vergeten. Deze heb ik nodig. Wat? Wat gebeurde er? Mickey! Vul een spuit met glitterhars en spuit het vervolgens in een vlindervorm. Laat de epoxy uitharden. En haal het dan uit de vorm. Bevestig een ketting en een haakje aan de vleugels. En er zullen opvallende oorbellen worden. Wauw, ze zien er goed uit. Wie zegt dat oorbellen duur moeten zijn? Hoi David, zie je iets wat je bevalt? Er is zoveel om uit te kiezen. Ik vind dit leuk. Wauw, deze zijn zo mooi. Maar ik denk niet dat ik iets kan kopen. Ik ga wel gewoon. Doei. Misschien moet ik mijn eigen sieraden maken. Ik heb alles wat ik nodig heb hier. Even kijken. Oh, dit komt van pas. Ik rijg de kralen door het touw. Dit is lastiger dan ik dacht. Bijna, kom op. Gelukt. Alleen nog een knoopje. Ah, even opnieuw proberen. Hier ben ik best tevreden mee. Het is een beetje klein. Misschien kan ik over mijn hand laten glijden. Oké, dat gaat niet lukken. Ik moet het rekken. Nee, niet weer. Dit is zo irritant. Ik ben er klaar mee. Stomme armband. Ik wilde gewoon iets moois aan. Waar komen deze citroenen vandaan? Wauw, kijk dat eens. Er zijn er zoveel. Dat brengt me op een idee. Als je fan bent van fruit en sieraden, dan zul je dit geweldig vinden. Snij een citroen in schijfjes en pas op voor je vingers. Leg de schijfjes citroen op een bakplaat en zet ze in een warme oven. Kook de citroenen tot ze uitgedroogd zijn. Zoals dit, maar deze zijn niet om op te eten. Vul vervolgens een pot met wat waterglas. Gebruik een houten prikker om de citroen in het waterglas te dopen. Zorg ervoor dat de citroen volledig bedekt is en laat het overtollige vocht eraf vallen. Steek een oorbellenhaakje door het gat van de spies. Doe hetzelfde met de andere plakjes. Wauw, deze zijn geweldig! Moeder Natuur zou trots zijn. Het is tijd voor mij om wat geld te verdienen. Tijd om te verkopen! Wat vind je ervan? Ik vind ze geweldig. Ik neem een paar. Alsjeblieft. Hoi Eva, ik vind je oorbellen mooi. Kan ik met je ruilen? Natuurlijk. Alsjeblieft. Wauw, ik wilde dit echt. Ze zijn zo schattig. Ik zou in een shampoo-reclame moeten spelen. Ik heb heerlijk gezwommen. En ik heb deze schelp gevonden. Ik heb een idee. Dit is een geweldig cadeau. Laten we deze schelpen iets bijzonders maken. Begin eerst met de schelp te verven met blauwe verf. En zorg ervoor dat je geen plekken overslaat. Laat de verf dan drogen en vervolgens hebben we goudverf nodig. Breng een kleine strook van goudkleurige verf aan rondom de rand van de schelp. Op deze manier. Neem wat draad en gebruik een tang om het terug te buigen. Je wil een kleine lus in de draad maken.
Prik een gaatje in de schelp en rijg het draad er doorheen. Voeg een decoratieve kraal toe aan het draad en gebruik dan de tang om het terug te vouwen. We willen niet dat de kraal eraf valt. Neem nu een ander stuk draad en wikkel het rondom de schelp. Blijf het om de schelp draaien, zodat je zoiets als dit krijgt. Als je dat gedaan hebt, druk je de draad in de achterkant van de schelp. En dan voeg je een ketting toe. Nu kun je altijd een deel van de oceaan met je meedragen. Hé, hey, mag ik hier zitten? Hoe gaat het? Oh, hi. Ik zag je van de overkant van het strand en ik wilde je dit geven. Echt? Aan mij? Het zou je geweldig staan. Ik hoop dat je het leuk vindt. Het is prachtig. Ik hoopte eigenlijk dat we later wat konden afspreken. Misschien help je eten of zo? Dat zou heel leuk zijn. Ik kan niet wachten. Huh? Is dat mijn ketting? Waar heb je die gekregen? Ik moet er vandoor. Mannen. Oh. Oeps, ik ga die kant op. Oh, dat ziet er schattig uit. Boom! Doe dat niet! Hé, hey, maak eens een foto van mij. Oh, oké. Okay. Ja, laat maar mijn poses werken. Zeker, ziet er goed uit. Ik ben een natuurtalent. Oeps! Nee! Dat was net iets te dichtbij. Wacht even. Mijn ketting brengt me op een idee. Hou je telefoon veilig met deze handige hack. Begin met een stuk draad. Vervolgens heb je een decoratieve kraal nodig. Rijg de kraal aan het draad. Voeg dan een andere kleur kraal toe. Wissel de kleuren af en vul de draad op. Als je dat gedaan hebt, leg je een knoop in de draad en bewonder je je nieuwe armband. Maar knip de overtollige draad niet af. We moeten in de ovenaan nog een kleine knoop leggen. Leg de armband opzij. Vervolgens pak je je telefoonhoesje. Steek het draad door het gat van de zijkant van het hoesje en haal de armband door de lus. Zorg ervoor dat het goed vastzit. Steek dan je telefoon in het hoesje. Leuk, modieus en praktisch. Best slim, toch? Ik hoef hem alleen maar om mijn pols te dragen en het zorgt ervoor dat mijn telefoon niet valt. Wauw, kan je nu een foto van me maken? Oh ja, ga zo door. Dat is een geweldige foto. Ugh, deze les is zo saai. Ik heb zo'n honger. Hé, hey, dat is een goede grap. Madison, opletten, vooral als ik grappig ben. Ik werk aan iets speciaals voor deze situatie. Hoi meneer, goede les hoor. Wat is dit? Dit is geweldig. Waarom heb ik dit niet eerder? Je ziet er belachelijk uit. Ik haat deze les. Die kleur staat je goed. Dit is zo leuk. Goedemorgen, klas. Goeie trip gehad? Misschien heeft iemand het opgemerkt. De belangrijke toetsen, waarom? Dit is zo gênant. Kijk nou, wat een troep. Het is een gemene wereld. Oh, deze clips kan ik gebruiken. Precies wat ik nodig heb. Ik klem de papieren bij elkaar, dan schrijf ik op de clip. Zo kan ik zien welke papieren het zijn. Had ik dat maar eerder gedaan. Kijk nou, het is briljant. Tijd voor de test. Wie lacht er nu nog? Hé, hey, kijk uit waar je die naar richt. Alsjeblieft, Madison. Oeps. Maar dat kan ik fixen met deze geweldige clip. Ik klem ze vast aan de zijkant van het bureau. En nu nog een paar. Dan schuif ik de pennen in de clips. Kijk eens aan. Wow, ik ben onder de indruk. Dat is best wel slim. Ga je gang, Leo. Dank je. Dit is lastig. Ik had echt moeten studeren. Psst, Madison. Madison. Hi. Hi, David. Oh, wow, dit is het. Deze zijn voor jou. Je bent zo romantisch. Ik kan niet wachten om de rest van ons leven samen door te brengen. Ik ben zo blij.
Hey, kleintje. Oh, hij heeft mijn snor. Snoetje. Leven is perfect. Hey, joehoe. Ben je daar? Kan ik een pen lenen? Natuurlijk. Alsjeblieft. Wacht. Ik kan David geen afgekoude pen geven. Laat me een andere proberen. Wauw, ik moet echt stoppen met het eten van pennen. Hi, David. Hi, Emma. Je mag mijn pen hebben. Wacht even, oké? Niet te geloven. Wat is Emma aan het doen? Ik moet snel zijn. Dat ziet er goed uit. Duurt niet meer lang. Ik moet ergens een pen hebben. Is dat alles? Oh, misschien kan ik deze nagellak gebruiken. Ik denk dat dit gaat werken. Als eerste haal ik de pen uit elkaar. Dan knip ik het topje eraf. Ik doe wat lijm op het uiteinde van de penpunt. En nu heb ik de nagellak nodig. Ik plaats de penpunt op de fles en omring hem met lijm. Ik laat het inwerken en dan plaats ik de bovenkant van de pen terug. Goed zo! Nu is het een glitterpen. Oeh, dat ziet er chic uit. Ik kan de dop van het flesje er weer op doen. En nu is het beter dan een saaie pen. Alsjeblieft. Oh my god, we hebben elkaar aangeraakt. Nu kan ik mijn opdrachten maken. Dit is de beste dag ooit. Dit is een goede pen, dankjewel. Yes, het heeft gewerkt. Je bent zo mooi. Ik bedoel, je schrijft heel mooi. Kan dit nog saaier worden? En daarom noem ik het de suikerspinsteen. De verkoop zal naar verwachting in februari stijgen. Luisteren deze mensen wel naar mij? 5 van de 10. Ik weet het al. Begin met het tekenen van een lijn over je gezicht met een wit make-up potlood. Ga dan verder naar je voorhoofd. En vul nu het bovenste deel in met witte make-up. Dit kan een paar minuten duren. En misschien meer dan 1 laag. Ga dan verder naar het onderste deel. En begin nu met het leukste deel. Daar gaan we! Roze aan de ene kant en blauw aan de andere. Geel gaat rondom de neus. En blijf blenden tot je bij je nek bent. Goed zo! Doe nu wat wit op een kwast en teken schattige wolkjes. Schilder ze in verschillende groottes. Vergeet de nek niet. Een beetje glans op de lippen is perfect om het af te maken. Mooi, hè? Je dacht toch niet dat ik de ogen zou vergeten? Wauw! De witte contactlenzen maken dit helemaal af. Nou, mag ik doorgaan? Wow, moet je dit zien? Goed gedaan! Fijn dat iets je aandacht heeft getrokken. En nu is het tijd voor nog veel meer. Breng maar binnen. Je moet het proeven om het te geloven. Zoeter dan zoet. Wauw! Geweldig! Mama, kijk! En hij was echt bang voor me. Serieus, hij is echt raar. Dat weet ik niet, hoor. Oh. Yep, echt raar. Daar is Chris. Kijk, wat prachtige haar. Zoveel haar. Dat was veel te dichtbij. En ik zie er helemaal niet uit. Dit is helemaal niet goed. Waar is mijn make-up? Tijd voor een transformatie. Een grote. Pak je beauty blender erbij. Tijd voor wat foundation. We willen een goede dikke laag vandaag. En nog wat meer glans. Doe de oogleden dicht en ga er met de kwast overheen. Wees niet bang om veel te gebruiken. En dan komt de kleur. Een beetje paars misschien? Dat zal zeker de aandacht trekken. Zorg ervoor dat je goed blendt. Een beetje eronder kan geen kwaad. Laten we het een beetje versnellen. Kijk eens al die sprankeling. Laten we nog een stapje verder gaan. Oeh, dat ziet er goed uit.
Mijn ogen zijn net discoballen. Wat vind je ervan? Er gaat niks boven wat eyeliner wat af te maken. En nu de rest van mijn gezicht. Niet het voorhoofd vergeten. Yes, meer blenden. We willen een egale lijn. En de wangen ook. En de lippen glanzend natuurlijk. En dit is het uiteindelijke doel. Kusjes. Zo gek. Huh? Wow. Sinds wanneer ziet Cheryl er zo uit? Alles goed? Ah! Oh, gênant. Hé, mijn gezicht. Ik heb zo'n pech. Zijn die voor mij? Want ik zie graag dat je glimlacht. Oh, dit werkt wel voor me. Oké, klas. Tijd voor een toets. Ik ga jullie spiekbriefjes verzamelen. Oké, geef maar. Doe geen moeite om het te verbergen. Oké, prima. Hier. De leraar komt deze kant op. Wacht, ik weet wat ik moet doen. Ik moet mijn spiekbriefje verbergen. Ik zal mijn oorbel gebruiken om deze plek op mijn telefoon te openen. Ik heb dit kleine spiekbriefje met de vergelijking erop geschreven. Ik vouw het gewoon op tot een nog kleiner stukje papier. En nu kan ik het zo terug in mijn telefoon schuiven, zodat het verborgen is. Oké, nu ben ik klaar om deze toets te maken, met mijn telefoon aan mijn zijde. Oké, geef je telefoon. Ik moet het nakijken. Ziet er goed uit. Alsjeblieft. Oké, het lijkt erop dat ze weg is. Nu kan ik mijn telefoon weer openen. Haha, ik ben zo slim. En nu heb ik een speakbriefje dat ik kan gebruiken. Te veel bomen in dit bos. Oh, hoe laat is het? Jeetje. Eens kijken, is iedereen klaar om met de les te beginnen? Ach, zo ziet het er niet uit. Goed, tijd om hiermee te beginnen. Ik heb hier kompassen die jullie kunnen gebruiken. Ik wil dat jullie een cirkel tekenen die overeenkomen met de cirkels op het bord. Oké, kom hier en pak er maar één. Laten we aan de slag gaan. Ah man, ik kan niet geloven dat we nu in de klas moeten werken. Neem er gewoon eentje en doe wat ik zei. Hé, wacht. Er is er geen meer voor mij. Hè? Wat maakt het uit? Is ze weer gaan slapen? Wat moet ik nu doen? Dit is zo stom. Wat kan de oplossing zijn? Hoe moet ik nu een cirkel tekenen? Alles wat ik kan gebruiken is deze liniaal. Ik snap het niet. Hoe werkt dit? Dit stomme ding werkt helemaal niet. Ik kan geen cirkel hier meer tekenen. Wat maakt het uit? Jake is er niet eens één en weet niet eens wat hij moet doen. Dit is zo frustrerend. Dit ding is zo pijnlijk om te gebruiken. Oef, ik haat dit. Wauw, zij heeft er ook moeite mee. Hé, ik weet wat ik moet doen. Ik maak het gewoon open en daar gaan we. Gelukt. Oké, misschien kan ik iets laten werken. Met deze liniaal. Misschien kan ik er gewoon mee traceren. Oh, nee, dat werkt niet. Misschien kan ik het gewoon zonder liniaal doen. Dit werkt niet. Kom op, liniaal. Ik heb je hulp nodig. Hé, ik denk dat ik weet wat ik moet doen. Laat me elke 2 centimeter markeren op deze liniaal. Helemaal tot het einde. Super. Nu ga ik een klein gaatje door elk van die stippen slaan. Perfect. We zijn klaar om te proberen. Ik leg de liniaal neer en stop dan een potlood in het middelste gat. En het is tijd om te draaien. Ik ga hier gewoon over mijn arm en maak de tekening af. Helemaal af. Het werkte. Oh mijn god. Je hebt een perfecte cirkel getekend. Wacht, u heeft een kompas meegenomen zodat ik het nu kan gebruiken? Lekker dan. Oh, het is stom. Ik haat leren. Ik begrijp de meeste sommen niet eens. Oh, ik geef op. Ik ben hier gewoon niet goed in. Ah, wat is dat in vredesnaam? Het is een knuffel. Voor jou. Wil je met me spelen? Sorry, ik kan niet. Ik moet leren en huiswerk maken. Oh, ik wou dat ik gewoon naar bed kon gaan. Ik ben zo moe. Oh, oeps. Ik ben in slaap gevallen. Ik moet het alleen nog even afmaken. Oh. Huh? Wat gebeurt er? Waar ben ik? Dit is de slechtste toets die ik ooit heb gezien. Ik viel in slaap tijdens het leren. Ik ga mijn toets niet halen. Hé, hey, goedemorgen. Vind je mijn ballon leuk? Wil je met me spelen? Huh? Zie je? Ik heb een lint aan mijn ballon toegevoegd, zodat hij niet weg kan. Hé, hey, misschien kan ik hier iets mee. Ik heb een ballon. En nu heb ik deze marker nodig. Ik ga de sommen tekenen. Nu kan ik de ballon gewoon leeg laten lopen. Mooi, nu is hij klein. Ik kan een stukje tape erover doen. Ik zal de ballon voorzichtig vasthouden. En nu kan ik het stukje tape eraf halen. Eindelijk kan ik dit stukje tape op mijn nagel plakken. Het past precies. Oké, laten we proberen. Deze wiskundetoets te halen met mijn handige sommen. Er is ook niemand opgevallen. Ik ben zo slim. Laat me eens kijken of ze aan het spieken is.
Zijn er spiekbriefjes? Oké, laat me het van dichtbij bekijken. Ik heb mijn zaklamp nodig. Hé, kijk me aan en doe je mond wijd open. Oké, je hebt niet gespiekt. Goed gedaan. Phew, dat was op het nippertje. Maar ik ben de beste. En daar gaan we. Oké, klas. Dit nieuwe poeder is toch helemaal geweldig? Het blijft de hele dag. Kom op, laten we samen een selfie maken. Ze letten helemaal niet op mij. Aham! Essie, Cheryl, genoeg. Ga nu uit elkaar. Nee, ik wil niet dat je gaat. Ik ga je zo erg missen, Cheryl. We zijn zo dichtbij en toch zo ver weg. Klopt, dit is een les om te leren. Psst. Wat is er? We kunnen onze telefoons gebruiken en gewoon op die manier met elkaar praten. Oké, dat is super slim. Laat me de mijne eruit halen. Stop daar gelijk mee. Denk je dat ik dom ben? Geen telefoon voor jou. Jouw telefoon ook. Ik neem het mee, ja? Jullie kunnen ze na de les terugkrijgen. Nu weer aan het werk. Maar ik hou jullie in de gaten. Oké, laat me dit proberen. Ik ga een propje maken. Cheryl, dit is voor jou. Oh nee, het landde te ver weg. Heeft ze iets gezien? Oh, het lijkt alsof ze haar boek leest. Phew, we hebben geluk gehad. Oké, ik moet iets anders proberen. Ik heb deze plastic beker. Ik draai het ondersteboven en knip dan de onderkant eruit. Dan heb ik een ballon nodig. Ik ga zo het uiteinde van de ballon afknippen. Nu kan ik hem openmaken en over de beker schuiven. Perfect, nu ben ik klaar om mijn kleine berichtenkanon te proberen. Ik doe de boodschap erin, trek de ballon terug en laat hem dan los. Wauw, is dit een berichtje voor mij? Laat me eens kijken. Hoe gaat het met je? Oh, ze heeft speciaal voor mij een bericht gestuurd. Ja, het werkte. Oh, ik denk dat dit een bericht van haar is. Ik vraag me af wat er staat. Ik zie je bij de directeur. Ik weet ook hoe ik een berichtenkanon moet maken. Je examenresultaten? Is dit een grap? Misschien kan ik het veranderen. Het werkt niet. Wat ga ik doen? Een onvoldoende? Misschien kan ik het veranderen. Dit is stom. Oké, denk na. Aha, ik weet het. Ik heb alleen dit lijmpistool en een stuk lijm nodig. Ik doe wat lijm op het uiteinde. En dan druk ik het vervolgens op de inkt. Ik hou het daar voor een paar seconden en dan gaat het er meteen af. Ik ben een genie! Nou, misschien niet. En nu kan ik mezelf een nieuw cijfer geven. Ik verdien die 10. Kijk dit eens. Je bent zo slim. En een opschepper. Geef me de volgende keer maar gewoon de antwoorden. Wacht even. Wist je dat we een toets hadden? Psst. Wie is die enge kerel? Ik heb wat je nodig hebt. Wiskunde, Engels, meer keuzevragen. Je hebt me overtuigd. Eerst betalen. Natuurlijk. Eens kijken wat ik heb. Ik denk dat dit genoeg is. Alsjeblieft, trendy en alle antwoorden. Wauw, dit is geweldig. Bedankt. Weer een tevreden klant. Kun je me helpen? Met jouw stijl? Ik kan geen verwonderen verrichten. Dit is zo spannend. Dit is de slimste gum op de markt. Dit is beter dan studeren. Ik moet die antwoorden kopen. Er moet wat snoep zijn. Dit gaat niet veel opleveren. Pardon? Wat kan ik hiermee krijgen? Wat een grap. Ga weg. Een ninja rol hier weg. Loop gewoon. Mooi, wat ga ik nu doen? Wacht even. Dit geeft me een idee. Het is proberen waard. Ik leg mijn telefoonhoesje over het scherm en dan kan ik gewoon door de antwoorden scrollen. Nu ben ik klaar. Er wordt niet gespiekt in mijn klas. Ik kan dit beter verbergen. Laten we eens kijken wat de speakscanner zegt. Dit is niet goed. Ik wist het. Spieken met een gum. Ik walg hiervan. Ik moet dit bij elk examen doen. En wat is hier aan de hand? Niemand kan de speakscanner verslaan. Je gebruikt een hoed om de antwoorden te verbergen? Oh, betrapt. Het gaat tot nu toe goed. Oh, de lerares komt eraan. Ik weet dat ik hier ga vinden wie er spiekt. Ga alsjeblieft niet af. Hij moet kapot zijn. Hier wordt niet gespiekt, mevrouw. Wat een goede meid. Oh, ik geef het op. Oh, ik heb heerlijk geslapen. Hoe laat is het? Oh nee, ik ben te laat voor school. Ik moet haasten. Ik pak wat kleren. Wow! Ik heb misschien te veel kleren. Oh, mijn hoofd.
Dat bespaarde in ieder geval wat tijd. Goedemorgen, mama. Je moet wel ontbijten. Wat heb je aan? Hoezo? Sorry, mam, ik moet gaan. Wat een meid. Oh nee, niet alweer. Ik kan dit niet elke dag doen. Goedemorgen, ik moet gaan, mam. Wat draagt ze nou? Dat meisje moet zich beter kleden. Deze kamer is een puinhoop. Er zijn overal kleren. Moet ik alles doen? Ik heb wel een geweldig idee. Ik haal deze kleren eruit. En ik hang de kledingopberger op. Dingen zijn nu al netter. Een outfit voor elke dag. Kijk, mama regelt het weer. Wakker worden, het is tijd voor school. Wat? Ik had een geweldige droom. Het is tijd om je aan te kleden. Tada, kom op. Prima, ik ben al wakker. Kijk, het is allemaal netjes en opgeruimd. Wauw, mam, ik kan al mijn kleren zien. En het is gesorteerd op outfits. Wat een goed idee, dit ziet er goed uit. Oh nee, de tijd. Je bent zo grappig. Fijne dag verder. Dankjewel, mam, je bent de beste. Zet mijn perspectief op een rij. Ziet er goed uit. Oké, ik denk dat ik klaar ben. Even vergelijken met het origineel. Ugh, dit is niet geworden hoe ik dat wilde. Daar is hij. Ik ga hem stiekem besluipen. Hij zal dit geweldig vinden. Oh, wat is dat? Oef, dat is pittig. Hij heeft vast een zware dag. Oh, kijk die lichten daar eens. Dat geeft me een briljant idee. Ik heb dit vierkante fotolijstje, dus ik moet hem eerst openen. En ik heb ook deze lichtjes. Ik verspreid ze door het kader. En klaar! Tijd om de achterkant weer terug te zetten. Wauw, dit is super! Opa! Lichtjes in een doos? Wat is het idee? Oh, opa, kom op. Ik zal het je laten zien. Maak een foto en plaats hem op deze kant van het glas. Oh, ik snap het. Oh, wauw, wat een gloed! Nu begrijp ik het. Het is een lichtbak. Nu kan je die foto namaken. Oké, ik probeer het opnieuw. Ik kan gewoon alle lijnen volgen die er doorheen schijnen. Wauw, dit werkt zo goed. Het wordt bijna gemakkelijk. Ik moet alleen de laatste details nog doen. Kijk eens aan, dat moet goed zijn. Eindelijk een meesterwerk en alles wat ik nodig had was een fotolijstje en wat lampjes. Heel erg bedankt voor je cadeau. Graag gedaan. Oh, schilderij, je bent misschien wel mijn favoriete aller tijden. Opa, kijk uit. Laat niet nog een van mijn schilderijen vallen. Jeetje, dat had een ramp kunnen zijn. Wat als hij er echt tegenaan was gegaan? Oeps, moet je zien. Ik heb overal verf op mijn colbert. Oeps. Mijn schilderij, nee! Oef, wat een nachtmerrie. Ik zou er niet tegen kunnen als dat was gebeurd. Oh, ik denk dat ik nog een leuk idee heb. Sorry, opu. Ik ga dit nodig hebben. Oké, ik heb de haarlak. Nu moet ik het gaan gebruiken. Ik voeg gewoon een laag toe aan mijn schilderij. Het moet genoeg zijn om alles te bedekken. Zo. Nu is het droog en volledig beschermd. Kijk, er kwam helemaal geen verf vanaf. Ah, eindelijk veilig voor opa-ongelukken. Oh, hé, je hebt gelijk. Het werkte. Er zit niks op mijn jas. Wat een opluchting. Goed dat ik vooruit dacht. Mijn schilderij is veilig. Ja, nog een wc-papierbuis. Kom met me mee en maak mijn toren af. Ja, mijn kasteel is bijna klaar. Het is subliem. Opa, ben je daar? Ik kan mijn bril niet vinden. Ik kan niks zien zonder mijn bril. Ik ben praktisch blind. Stop met je armen steeds rondzwaaien. Nee, mijn geliefde kasteel. Het is gebrokkeld. Al mijn harde werk is voor niets geweest. Luister eens, hier is je bril. Neem het en ga weg. Je klinkt overstuur. Wat is er gebeurd? Aan al mijn dromen is er een einde gekomen.
Hij ziet er zo verdrietig uit. Hé, wacht eens even. Wat als ik het kan repareren? Ik heb een buis van toiletpapier en nu vouw ik hem zodat hij plat wordt. En dan snij ik hem in cirkels. Perfect, het werkt precies zoals ik dacht. Nu de volgende stap. Het lijmpistool. Ik voeg hier aan het einde een kleine klodder toe. Goed, nu heb ik een tweede ringetje nodig. Dit moet werken. Ik lijm dit uiteinde aan het andere uiteinde. Goed, precies zoals ik wilde dat het eruit zou zien. Nu ga ik verder en voeg ik steeds meer ringetjes toe. Kijk eens aan, ik heb een hele cirkel van ringetjes gemaakt. En nu voeg ik tussen de eerste ring nog meer toe. Kijk eens aan. En nu verf ik het met deze roze verf. Opa, kijk wat ik voor je heb gemaakt. Ik weet hoeveel je van kunst houdt. Wat? Je hebt dat gemaakt van toiletpapiertubus? Jazeker. En kijk, het kan hier hangen als een decoratie aan de muur. Zie je? Dus, wat vind je? Het is verbazingwekkend. Geweldig. Wauw. Wat heb ik heerlijk geslapen. Oh, daar is mijn avondsnack. Oh, is dat vandaag? Oh nee, ik ben te laat. Ik moet opschieten. Wow, mijn haar is zo vettig. Dit ziet er niet goed uit. Wat ruik ik? Ik moet echt mijn haar wassen. Wacht, waarom komt er geen water uit? Joehoe, water. Ik weet dat je erin zit. Wat moet ik nu doen? Misschien kan ik dit talpoeder gebruiken? Ik schud gewoon wat bovenop mijn haar. En dan wrijf ik het in. Dat werkte perfect. Het talkpoeder heeft het vet verwijderd. Mijn haar ziet eruit alsof het net gewassen is. Nu ben ik klaar voor mijn foto. Tjoe! Gezondheid. Oké, ik moet gaan. Wat een goed feestje. Oh, hij is zo knap. Hé, goede moves heb je. Oh my god! Serieus? Wat heeft zij dat ik niet heb? Misschien moet ik meer met mijn haar spelen. Je bent zo'n goede danser. Waarom werkt het niet? Het is zo oneerlijk. Ik kan er niks aan doen dat mijn haar niet lang en golvend is. Gaat het? Wat is er? Ik wou dat ik jouw haar had. Dit? Dit heeft het allemaal met de stijl te maken. Laat me je helpen. Als eerste doen we dit elastiekje uit en we plaatsen hem een beetje hoger. We maken de paardenstaart hier. Dan doen we de zijkant omhoog. We gebruiken een ander elastiekje om ze aan de paardenstaart vast te maken. Nu goed vastmaken. Dit is zo'n goede look voor jou. Wat vind je ervan? Dat meen je niet. Is dit mijn haar? Dank je. Je bent de beste. Kom, laten we dansen. Hey, je bent terug. Wauw, dit is de beste avond ooit. Gooi dat haar naar achteren, meid. Woehoe! Meiden, kunnen jullie voorzichtig zijn? Een beetje haarspray. Ogen dicht. En mijn meesterwerk is klaar. Wat vind je ervan? Het is, anders. Wacht, goed of slecht anders? Hoe kun je dit doen? Geen zorgen, ik kan het goed maken. Iedereen houdt van rozen. Tada! Echt waar, ik zie eruit alsof ik door een struik ben gesleept. Maar dit is mijn specialiteit. Ik moet hier wat aan doen. Wat kan ik gebruiken? Deze klem kan vast handig zijn. Ik weet wat ik kan doen. Als eerste doe ik mijn haar in een paardenstaart. Dan schuif ik het elastiekje een beetje naar beneden. Ik scheid mijn haar en duw de paardenstaart er doorheen. Met de haarklem zet ik het vast. Wauw, dit staat me goed. En het was zo gemakkelijk. Wauw, hoe heb je dat gedaan? Dat is genoeg. Ik geef het op. Ik ben er vandoor. Huh? Wat is haar probleem? Het was slechts een haarklem. Dat was zo'n goede wedstrijd. Het was niet gemakkelijk. Ik ben kapot. Het was een goed team. Maar wij waren beter. Echt wel? Heb je mijn gooi gezien? Wat doe je? Ik krijg dit elastiekje niet uit mijn haar. Auw! Ik trek mijn eigen haren eruit.
dit gaat pijn doen. Wow, niet zo snel. Probeer deze kokosolie. Het helpt echt, ik beloof het. Wacht, ik ga het proberen. We druppelen wat op het elastiekje. En dan trek je het voorzichtig naar beneden. Het elastiekje glijdt er gewoon vanaf. En mijn haar voelt zo zacht en ruikt heerlijk. Het is net conditioner. En vergeet deze niet. Oké, ik moet er vandoor. Doei. Doei, Sophia. Wow! Oh, dat doet vast pijn. Moet ik een ambulance bellen? Het gaat wel. Ik ga hier gewoon even liggen. Auw. Deze thee is zo lekker warm. Ik hou van thee. Wat in de... Oh, ik moet echt gaan en mijn dag beginnen. Heeft zij die beker daar gewoon laten staan? Heeft ze niet gezien dat ik aan het opruimen ben? Wacht, een waterkering op een tafel? Nee! Misschien als ik hard genoeg scrub, krijg ik het eraf. Wacht, ze heeft een andere mok? Ook deze laat ze achter. En nog een kring. Ah, geweldig. Ik ben dol op deze kleine raketmok. Serieus? Ik volg haar door het hele huis. Wacht, alweer? Oh! Hoe kan ze niet zoveel mokken drinken? En ze laat ze gewoon achter waar ze ook is. Op elk oppervlak. Oh, ik ben uitgeput. Ik ben non-stop aan het schoonmaken. Misschien is er nog iets in haar drinken. Huh? Een sinaasappelschijfje? Oeh, laat me dit op wat plastic zetten en dan mijn lijmpistool pakken. Ik teken een cirkel rondom het plakje met smeltlijm. Het hoeft niet perfect te zijn, omdat de vrucht ook niet perfect is. Maar ik wil wel zeker weten dat het dik genoeg is. Nog een klein beetje om deze richel hoger te maken. Helemaal goed. Laten we het nou op een rijtje zetten. Ik voeg wat gouden glitters toe. Het hoeft niet veel te zijn, ik wil niet te veel maken. En nu is het tijd om je epoxy toe te voegen. Ik giet het er gewoon in. Ik moet ervoor zorgen dat de sinaasappelschijf bedekt is. En de lijmrand houdt de epoxy op zijn plaats. En nu het klaar is, kan ik gewoon uit de vorm pellen. Het is zo mooi. Maar het is nog niet klaar. Laat me de randen eerst nog schilderen. Ik zal deze glimmende gouden verf gebruiken. Daar gaan we. Mijn onderzetter is eindelijk af. Oh mijn god, het is zo mooi. Het is nog beter geworden dan ik had gedacht. Wacht even. Zorg ervoor dat je mok op een van deze onderzetters staat. Ja, gelukt. En het gaat ons meubilair helpen beschermen. Oké, nu dat dat gedaan is, kan ik weer een tussendoortje gebruiken. Wacht eens even. Waar komen al deze kopjes vandaan? Oh! Oké, deze legging werkt helemaal. Ik denk dat mijn Zimmermin look bijna af is. Oef, mijn haar werkt helaas niet mee. Ik moet het oplossen. Wacht, wat is er met mijn kam gebeurd? Oh ja, ik kwam thuis van mijn zeemerminnenavontuur. Ik deed mijn staart af, wat een enorme opluchting was. En mijn voeten waren bevrijd, maar mijn staart stonk nogal. Dus besloot ik dat het een wasbeurt nodig had. Zelfs zeemerminstaarten moeten soms worden schoongemaakt. En omdat ik toch bezig was, gooide ik de rood wat andere kleren in. Zoals mijn roze spijkerbroek. Mijn spijkerbroek waar de kam in zat. En daarna stelde ik het wasprogramma in en liep ik weg in de veronderstelling dat alles in orde was. Oh nee! Er moet iets zijn wat ik kan doen, toch? Ik denk het wel. Laat me het eens proberen. De houder heeft nog steeds, nou ja, een kamvorm. Dus laat me er wat bladgoud op strooien. En nu giet ik er wat epoxy op. Het werkt echt als een mal. En ik wil niet dat het hele ding gevuld is met heldere epoxy, dus dit is genoeg. Laat me deze groenachtige kleur toevoegen. Daar, dat zou genoeg moeten zijn. Ik ga het nu laten drogen. Oké, het is klaar om te gaan. Ik hoop dat het gelukt is. Wauw, het heeft gewerkt. Kijk eens hoe schattig het is geworden. Oké, laten we dit eens proberen en kijken of het zal werken om deze lokken te temmen. Oeh, het werkt net als mijn oude kam. Oké, dit is nu mijn favoriete kam. Oh, kijk, je probeert nog steeds een betere zeemermin te zijn dan ik. Ha. Ik ben een betere zeemermin dan jij, zegt mijn nieuwe zeemerminnenkam. Jij hebt een stomme vork, hè? ik verdien die kam meer dan jij. Klopt, ren weg. Buigen en vasthouden. Voel de stretch. Naar de linkerkant. Ik heb een nieuw sportmaatje nodig. Phew. Hier ga je echt van zweten, hè? Dat kun je wel zeggen. Ik voel me een beetje duizelig. Alex, gaat het goed met je? Wie zei dat? Waar ben ik? Was dat mijn schuld? Oeh, ik heb wat nieuwe deodorant nodig. Ik weet het al. Begin met deze scrubspons en wat water. En nu wat zeep. Wrijf de spons over de zeep. En begin maar met scrubben, meid. Neem nu wat klei en voeg er citroensap aan toe.
Meng het goed door elkaar. Zodra de klei helemaal zacht is, kunnen we aan de slag. Smeer het onder je oksels met een borsteltje. En laat het dan drogen. Dit is een aparte look. Gebruik dan de spons om het eraf te wassen. Ik ruik weer helemaal fris. Klaar om verder te gaan? Blijf daar, hoor je me? Ik ben gewapend met luchtverfrisser. Er is niks aan de hand, zie je? Dat bepaal ik wel. Oké, ik geloof je. Laten we beginnen. Dit boek is zo spannend. Oh, een berichtje. Zo snel al? Ik moet me klaarmaken. Daar is mijn make-up tasje. Als eerste wat parfum. Ik ruik naar een roos. Nou, wat nog meer? Lippenstift. Dit zal wat lastiger zijn. Maar daar zijn tanden voor. Soort van. Kom op nou. Heel langzaam. Oké, ik heb hem bijna. Waarom is dit zo lastig? Dat zou goed moeten zijn. Ja, ook voor de gek. Ik zie eruit als een clown. Er moet een makkelijkere manier zijn. Oh, deze vlosdraad kan handig zijn. Ik weet hoe ik hem kan gebruiken. Wrijf het vlosdraad over de lippenstift. Zorg dat er een laagje lippenstift op zit. Druk hem dan op je lippen. Maak om te beginnen een X-vorm in het midden. Dan ga je langs de hele rand van de lippen. Doe hetzelfde met je onderlip. Vul het dan in met de lippenstift. Wauw, kijk die lippen! Hey, hoe gaat het met je? Je ziet er goed uit, ik heb wat dingen voor je. Dankjewel! Alles op het menu ziet er zo goed uit. Het is zo lastig om te kiezen. Hallo, ober, 2 keer het menu van de dag even opschieten graag. Smakelijk eten. Hallo? Oh, wauw, dit ziet er goed uit. Was het iets wat ik heb gezegd? Wat een vreemde reactie. Oh nee, er zitten 2 rupsen op mijn gezicht. Wacht, dat zijn mijn wenkbrauwen. Zo maak je dus geen goede indruk. Oh, gelukkig heb ik deze pincet bij me. Deze haartjes zijn nogal hardnekkig. Dit duurt even. Wat een ramp. Alhoewel, misschien kan ik de nagelvel gebruiken. Het is het proberen waard. Wrijf de pincet over de vel. Dit maakt het mesje van de pincet scherper en zo ben je snel van die vervelende haartjes af. Dat werkt goed. Je hebt in een mum van tijd de perfecte wenkbrauwen. Wat een verschil. We kunnen wel een stofzuiger gebruiken. Is het al zo laat? Ik moet er vandoor. Dit is zo schattig. Ik kan niet geloven dat het al 2 weken geleden is. We hebben zoveel goede tijden gehad. Ah, ik word er emotioneel van. Oh, hoi David. Ik heb dit drankje nodig. Het is zo warm buiten. Ik heb iets voor je. Wat is dit? Een cadeau voor ons jubileum? Ik wil dan gewoon iets speciaals doen. Wow, bedankt. Houd het even vast, ja? Oké. Het is niet veel, maar ik hoop dat je het leuk vindt. Het is geweldig. Dit wilde ik altijd al. Dus, ben je niet iets vergeten? Huh? Wat? Ik snap het niet. Ik heb jou een cadeau gegeven, dus... Oh, juist. Ik wist niet dat we cadeaus deden. Ik heb niks voor Betty. Natuurlijk heb ik iets. Doe je ogen dicht. Oh, ik hou van verrassingen. Wat moet ik doen? Oh, ik weet het. Heb je snel een cadeau nodig? Wij helpen je. Verwijder de treklipjes van frisdrankblikjes. Verf de treklipjes roze. Dit kan een beetje rommelig worden. Verf de andere treklipjes groen. Bedek ze volledig met verf. Geen enkel plekje missen. Laat ze dan drogen. Draai ze om en verf de andere kant. Voeg de treklipjes samen en verbind ze met mentale ringen. Doe er oorbellenhaakjes aan en je hebt een uniek sieraad. Oké, ik kan je ogen open doen. Zijn die voor mij?
Ik hoop dat je ze leuk vindt. Ze passen echt bij je. Oh, ik vind ze geweldig. Dankjewel. Phew. Laat me dat blikje eens zien. Is dat? Wauw, wat een toeval. Je bent zo lief. Ik moet alleen mijn make-up nog doen en dan ben ik klaar. Kijk, ziet er goed uit. Alhoewel, ik heb iets om mijn nek nodig. Deze sjaal is prima. Het past er toch niet helemaal bij. Het lijkt op de cape van een superheld. En dit dan? Dit werkt ook niet. Ik kan dit niet dragen. Oh, ik heb een idee. Ik kan beter deze boodschappen opbergen. Oh, dit is precies wat ik nodig heb. Annie, wat ben jij aan het doen? Ik heb dit nodig, alsjeblieft. Dit gaat er goed uitzien. Of dat dacht ik tenminste. Er moet iets zijn wat ik kan dragen. Oh, misschien kan ik deze gebruiken. Hoe ziet dit er dan uit? Belachelijk. Wat dacht ik wel niet? Oh, wat moet ik nu doen? Dit is zo oneerlijk. En nu ga ik eten door de stress. Oh, deze zijn goed. Wat is er, schat? Ik wil gewoon een mooie ketting. Wacht even. Ik denk dat ik een idee heb. Ik wou dat ik hier eerder aan had gedacht. Dit moet werken. Bedankt, mam. Verwijder de bodem van een plastic voedselcontainer en schrijf je naam op een stuk papier en leg de deksel erbovenop. Teken dan je naam over het plastic. We hebben dit papier niet meer nodig. Gebruik een schaar om rondom de naam te knippen. Wees voorzichtig, we willen geen fouten. Leg het op een bakplaat en zet het in de oven. De hitte zal het plastic verschrompelen. Wacht tot het afgekoeld is en haal het uit de oven. Het is tijd om creatief te zijn. Verf over het plastic. Wacht tot de verf droog is. En maak dan de ketting eraan vast. Mijn eigen gepersonaliseerde ketting. Wauw, het ziet er geweldig uit. Ik ben eindelijk klaar om te gaan. Ik denk dat ik mezelf ga trakteren. Huh? Hoe is dat gebeurd? Oké, laten we een spelletje spelen. Ik ga de ketting onder deze beker leggen. Verplaatsen. Hou je ogen gericht op de beker met de ketting. Dat moet goed zijn. Oké, onder welke beker zit de ketting? 1, 2 of 3? Hallo, klas. En wat ben je aan het doen? David, snel! Oh, nee. Ik kan niet presteren onder druk. Helemaal voor jou. Dat is een beetje vreemd, maar oké. Ik ga wel weer zitten. Dat was op het nippertje. Maar het is je gelukt. Sorry dat ik te laat ben. Laten we beginnen met de les van vandaag. Huh? Waarom werkt het krijtje niet? Het is zo grappig. Ik begrijp niet wat er gebeurt. Misschien is het vies. Wacht, er zit iets op het bord. Is dat zeep? Ah, ik ben zo teleurgesteld in jullie klas. Dat is een klassieker. Het is oké, ik moet gewoon rustig blijven. Ik weet het al. Ik kan mijn schrift gebruiken. Ik plak wat tape langs de rand. Ik heb wat schoolbordverf. Dan bedek ik het hele notitieboekje met de verf. Dit is best wel rustgevend. Bijna klaar. Nu even laten drogen. Nu kan ik de tape verwijderen. Voorzichtig, ik wil de verf niet beschadigen. Ik heb geen schoolbord nodig. Ik kan gewoon het schrift gebruiken. Ik schrijf het probleem gewoon op de omslag van het schrift. Het werkt heel goed. Nu heb ik alleen nog het antwoord nodig. Wat gebeurt er? Oké, klas. Wie wil het antwoorden? Jij? Maar... Oké, dan. Kom hier. Gewoon normaal doen.
Nu ben je niet meer zo slim, hè? Oké, ik weet deze wel. Klopt dit? Fout. Ga zitten. Wat was dat nou? Minder tijd besteden aan grappen en meer aan studeren. Laat me dit uitvegen. Jij, Madison. Ik? Oh, dit is niet best. Ik hoef alleen deze papieren te nieten en dat is mijn huiswerk af. Dit is best wel leuk. Huh? Hij zal wel vastzitten. Oeps. Nee. Dat is problematisch. Zo, helemaal klaar. Nu kan ik relaxen. Stomme nietjes. Dat gaat pijn doen. Oh nee. Dit is een plaats delict. Blijf daar, oké? Geen media. Wegwezen jullie. David! La la la. Oeh yeah. David! Dat is één goede kop koffie, zeg. Ik hoop dat dit werkt. Waar komt dat vandaan? Een bericht? SOS? Wat zou er aan de hand zijn? Wat is dit? Wat? Nietjes? Mijn AirPod-hoesje kan dit oplossen. Het kan alle nietjes oprapen. Op deze manier. Volgens mij heb ik ze allemaal. Dankjewel. Ik neem mijn schoonmaakbaantje heel serieus. Oké, tijd om te checken. Vlekkeloos, goed zo. Maar er is nog veel meer te doen. Ik moet het huiswerk afmaken. Ugh. Mijn potlood is stuk. Gelukkig heb ik deze slijper. Dit is nogal stoffig. Wat? Niet als ik er ben. Het was een ongeluk, ik zweer het. Ik heb het al, zie je? Wauw, dat was intens. Oh, ik heb een idee. Maar ik heb een lege fles nodig. Oké, laten we creatief worden. Als eerste verwijder ik de dop van de fles. Dan knip ik er een gat in. Dan draai ik de dop om. En breng lijm aan rondom de rand van het gat. Dat zou genoeg moeten zijn. Ik maak de slijper vast aan de dop. Als die vast zit, schroef ik de dop weer op de fles. Precies wat ik nodig heb. Nu valt het afval in het flesje. Geen troep meer. Ik hou je in de gaten. Geen zorgen. Het zit allemaal in de fles. Die jongen gaat nog ver komen. David, ik heb je telefoon. Wat? Madison, kom terug hier. Ik moet me verstoppen. Dit ziet eruit als een goede verstopplek. Madison! Waar is ze nou? In nummer 1 of in nummer 2? Ik weet het niet. Je moet me helpen. Kom nou alsjeblieft.